jullie kan delen. Zien jullie nu de volledige scherm? Nee, ik zie niet het volledige scherm, ik zie een PowerPoint. Deze. Ja. Alright. Nou, fijn. Ik ben blij dat ik erbij ben. Ik kreeg een onverwachte update die ik even niet had voorzien. Dus het zweet brak me nog even uit om 5:10. Maar fijn dat ik hierbij kan zijn. Het is mijn eerste AdLib gebruikersdag. Dus als ik ook dingen vertel die jullie al lang weten, dan moeten jullie me dat maar even vergeven. Dat zal Arno me dan achteraf ongetwijfeld even fijntjes bijbrengen. Ik ben Fouke, net al voorgesteld. En ik werk bij Museum Catharijneconvent al 5 jaar, waarvan 3 jaar op de afdeling collectiebeheer. En daar ben ik verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande bruiklenen. En daarbij is AdLib natuurlijk mijn beste vriend. Ik gebruik het elke dag. En uit die hoedanigheid heb ik ook eventjes iets opgeschreven over de objectlijsten die ik daarvoor maak. Nou, dat doe ik voor de tentoonstellingen die wij in Museum Catharijneconvent maken. Dat zijn er 5 tot 7 per jaar. Het hangt er een beetje vanaf hoe vol het programma is. 2 tentoonstellingen zijn uitsluitend met eigen objecten. Dat zijn onze kerst- en Sinterklaas tentoonstellingen. Daar zijn dus geen bruiklenen voor aangevraagd, maar zijn wel elk jaar wisselend. Dus elk jaar heeft de tentoonstelling een andere objectlijst. En dan hebben we nog 3 tot 5, afhankelijk van de duur van de tentoonstellingen, 3 tot 5 tentoonstellingen waarbij eigen objecten gecombineerd worden met bruiklenen. In ons museum is daar de projecten, de tentoonstellingen die wij maken, die worden altijd gemaakt door een projectgroep. En de projectgroepen zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de tentoonstelling. Dus niet 1 conservator of 1 directeur, maar de projectgroep legt gezamenlijk verantwoordelijkheid af aan de tentoonstellingscommissie bij ons in het museum. De projectgroepen zijn heel leuk. Die bestaan normaal gesproken uit een projectleider, een conservator, een educator, een marketeer en een registrar. En daarin speelt collectiebeheer net een andere rol, ook een bijzondere rol. Namelijk dat wij uiteindelijk met de hele afdeling bij het project betrokken zijn bij het inrichten van de tentoonstelling. Ik ben als registrar afgevaardigd van collectiebeheer alle projectgroepen waar bruiklenen aan te pas komen. En mijn collega Arno is over het algemeen verantwoordelijk voor alle tentoonstellingen met alleen onze eigen voorwerpen. En binnen die projectgroep hebben we een aantal staande afspraken waar we ons aan proberen te houden in elk geval. En dat is dat 1 persoon altijd verantwoordelijk is voor de objectlijst. Dat ben ik. En in het geval van de eigen objecten tentoonstelling is dat Arno. Die persoon is eigenaar van de lijst en ook de enige die daar wijzigingen in mag aanbrengen. Dus als je voorwerpen wilt toevoegen, eraf halen, andere volgorde, andere tekst, andere whatever, dat laat je weten aan de registrar in kwestie en die persoon verandert dat in de lijst. Dus niemand anders kan daarbij. Die lijst wordt samengesteld in een aantal stappen. Die stappen hebben wij vastgelegd in een handleiding, zodat we altijd dezelfde stappen doen en grofweg ook altijd in dezelfde volgorde deze stappen uitvoeren. Die handleiding is bekend bij ons in het museum en daarnaast kan natuurlijk in AdLib houden we netjes de status bij van de objecten, met name van de bruiklenen. En iedereen in ons museum heeft rechten om dat te zien, dus wat de status is van de objecten. dat wordt niet door iedereen gebruikt. Ik moet komende maandag nog een les geven aan onze projectleiders. Wat is AdLib eigenlijk? Dus het is nog zeker een work in progress, ook bij ons. Het systeem gebruiken we al vrij lang.
Ik ben daar ook. Ik heb niet met een ander systeem gewerkt, alleen met dit systeem. Maar ik heb wel nog dingetjes dat ik dan. Ik zit gelukkig naast Arno. Dat ik dan vraag aan Arno van goh, kan dit niet wat handiger? En dan gaat hij voor mij nieuwe dingen schrijven. Ik gun iedereen een Arno in het museum. Niet iedereen heeft die luxe, maar hij is in te huren, begrijp ik. Even ter informatie. Zo maak ik vaak tentoonstellingen met nou ja, toch wel flink wat objecten. Onze tentoonstellingen zijn meestal tussen de 80 en 220 objecten. En als je die allemaal handmatig een ander volgnummer moet geven, is een bijzondere nare klus. Arno heeft voor mij in de tentoonstellingsdatabase een stukje geschreven dat we met objecten kunnen schuiven in de adlib-lijst. Dus niet in de output format, maar in adlib zelf. Waarbij je of handmatig cijfers kan invullen of met je toetsenbord objecten naar boven of naar beneden kan schuiven. Wat een hele hoop tijd scheelt. Zeker als je conservatoren hebt die nog wel zijn neiging hebben om hele clusters gewoon waar ze mee wilden eindigen aan het begin te zetten. En dan moet je 200 objecten opnieuw nummeren. Dat is gewoon een enorm gedoe. Dan kan je ze of netjes toelaten lopen in de volgorde waarin de objecten staan, zoals je geschoven hebt. Of als je handmatig nummertjes hebt aangepast, kan je de nummers al dan niet laten aanpassen op grond van de volgorde. En die nummers, zo wordt het ook weggeschreven in de objectcatalogus. En dan heb je een nieuwe objecten tentoonstellingsvolgorde, wat heel erg belangrijk is voor ons, want wij gebruiken deze objectenlijsten ook voor vormgevers, maar ook bij het inrichten van tentoonstellingen. Dus dat is heel fijn. Daarnaast krijg ik vanuit bruikleengevers met enige regelmaat heel specifieke objecteisen. Eigenlijk specifieker dan die van 50 lux of moet in een vitrine of moet geborgd worden. Die zijn standaard, daar heb ik een drop-down menu voor. Maar sommige zijn dusdanig specifiek dat dat niet past. En daar hebben wij nu inmiddels een vrij veld voor toegevoegd. Waarin je hele specifieke installatie-eisen kunt opnemen. Dit is een voorbeeld van een objectenlijst zoals ik die gebruik voor de vormgevers. Daarin staan de objecten op volgorde. Hier nog niet, want de conservator was er nog niet zeker over. Maar dat gaat hopelijk volgen. Alle afmetingen staan erin. Dat is ook voor de vormgever en de installatie-eisen. Die installatie-eisen die worden overigens aan het einde van het proces ook meegenomen in onze installatie-instructies voor de afdeling collectiebeheer op zaal. Als jullie daar vragen over hebben, kan ik ook nog verder toelichten. Met die objectlijst in adlib hebben wij heel veel output formats die ik voor allerlei doeleinden gebruik. Een logisch daarvan is natuurlijk de objectenlijst die naar vormgevers gaat, maar ook de objectenlijst naar de transporteur. Bruikleenovereenkomsten, waarbij we ook indien nodig nieuwe clausules kunnen toevoegen, meer of minder objectgegevens, bepaalde voorwaarden. Ook dat haal ik allemaal uit adlib, doe ik niks meer met de hand. En ook de objectenlijst van bruiklenen die verzekerd moeten worden en dus naar onze verzekeringsagent worden gestuurd. Ook via adlib hebben we daar een opmerkingenveld bij. Als er specifieke voorwaarden zijn gesloten. Ik heb wel eens gehad dat ik in Utrecht tegen een aardbeving moest verzekeren. Het staat niet in onze standaardverzekering. Zet ik erbij een adlib, weet de verzekeraar dat in één keer. Hoef ik dat niet te onthouden, hoef ik dat niet ergens op een Excel briefje, post-it nog ergens te zetten. Alles staat in Excel of in adlib en ik gebruik geen andere bestanden daarvoor. Nou, dat klinkt allemaal fantastisch, vind ik. En het loopt op papier natuurlijk heel goed. Maar we lopen natuurlijk wel gewoon tegen praktische uitdagingen aan. En de grootste crux bij ons zit het in de pas laten lopen van de tentoonstellingsontwikkeling en het verzamelen van alle objectgegevens. En dat is natuurlijk met name het geval met bruiklenen. Van eigen objecten hebben we daar natuurlijk al meer kennis over. Maar met bruiklenen ben je heel erg afhankelijk van externe partijen voor je informatievoorziening.
Als wij een bruikleenaanvraag doen, dan kan het soms maanden duren voordat we überhaupt iets horen. En als we dan iets horen, duurt het vaak nog eventjes voordat we horen onder welke voorwaarden we het precies mogen lenen. Maar in al die maanden is bijvoorbeeld de vormgever al wel druk bezig met allerlei leuke ideeën en ontwikkelingen. Het belang daarvan verschilt per tentoonstelling. Soms hebben we een tentoonstelling zoals deze. Dit was onze body language tentoonstelling in 2019-2020. De vormgever had bedacht dat hij alle panelen, schilderijen op paneel, middeleeuwse panelen, graag wilde laten zweven. Word je als collectiebeheerder ook altijd heel blij van dat soort ideeën. Maar het idee was om palen tussen het plafond en vloer te klemmen en daarop een houten paneel te hangen, wat exact het formaat was op de millimeter nauwkeurig van het paneel wat erop zou komen te hangen. Nou, in zo'n geval ben ik heel erg lang bezig met informatie ophalen bij mensen. Wil de vormgever wel verder kunnen op basis van de lijsten die ik hem aanlever, maar ja, loopt dat soms niet helemaal gelijk met de informatie die ik krijg vanuit de bruikleengevers. En daarin hebben we nog niet een ultieme modus gevonden van moet je dan wachten, moet je dan toch doorgaan, moet je iets inschatten waarna je mogelijk daarna nog je definitieve ontwerp moet aanpassen, wat vaak weer extra kosten met zich meebrengt. Dus wat is de timing daarvan? Dat is bij dit soort tentoonstellingen echt een uitdaging. Andere tentoonstellingen zoals deze, dan krijg ik een objectlijst waarvan ik tot op de dag van de inrichting de formaten niet kon achterhalen. Dat was via een particuliere partij gelopen. Maar hier maakte het niet uit, want zolang het in de vitrine paste, werd het er gewoon ingelegd. Volgorde maakte niet uit, de plaatsing maakte niet uit. Basically, vitrine open, spul erin, vitrine dicht. Prima. Dan is dat die crux, die tijdsdruk, is niet zo heel erg heftig. Dus dan hoef ik ook niet allerlei gekke toestanden uit te halen met adlib, met lege velden die ik op de een of andere manier moet arceren. Dan gaat dat wat meer vanzelf. Nou. Wat dan op een gegeven moment ook gaat komen, in de toekomst wordt dat mogelijk nog opgelost, is het wens van de projectgroep om wel in de objectlijst te kunnen. Wij werken in Museum Catharijneconvent vaak met externe vormgevers en bouwers. En die zijn dus afhankelijk van mijn outputformats, maar die kunnen niet in adlib kijken. Dus je hebt toch zo'n office document, in ons geval is dat een Word document, wat je moet aanleveren. Daar willen graag gelijk tijdig ingewerkt worden door de diverse betrokken partijen. Wat je dan krijgt is dat er in een Word-document aanpassingen worden gemaakt die niet altijd even netjes worden doorgegeven aan mij, waardoor ik op zaal soms nog met een andere volgorde werk dan de ontwerper had gedaan. En zeker met vormgeving waar je misschien met 200 of meer objecten werkt, is dat best een groot risico wat je dan loopt. Dus daar zijn we nu mee bezig met een soort van oplevermomenten. Dat we twee punten hebben in de looptijd van de tentoonstellingsontwikkeling. Dat ik een vormgeverslijst oplever die waarschijnlijk nog niet compleet is. En dan nog één keer helemaal aan het eind, waar dan op basis daarvan de laatste aanpassingen gemaakt kunnen worden. Maar dat voelt wat krampachtig, zeker ja, omdat we dan toch hier en daar wat werk dubbel doen en ik het liefste gewoon die directe koppeling heb van adlib naar degene die die gegevens nodig hebben. Nou, daar hoop ik natuurlijk in dat ooit in de toekomst er ook een verbinding mogelijk is voor externe partijen om in adlib te kijken en op de een of andere manier mij te laten weten dat er iets gewijzigd wordt of iets dergelijks. Nogmaals, als dit allemaal al lang bestaat, dan hoor ik het graag. Ik ben zeer beperkt in mijn adlib-vaardigheden en kennis, alleen maar die objectenlijsten. Dat is iets waar ik in de toekomst graag verder naar wil kijken en kijken of we daar nog ontwikkelingen in kunnen doen. Hadden we nog een aantal praktische oplossingen, want je moet wel gewoon blijven nadenken. Eentje daarvan is dat wij ook een grote collectie boeken hebben in onze handbibliotheek.
Die staan ook in Adlib, maar die kan ik niet rechtstreeks koppelen aan een tentoonstellingsrecord. Dus wat ik nu heb bedacht, is dat ik onszelf als een bruikleengever markeer en dan onze eigen boekjes als TT-nummers toch koppel aan onze tentoonstellingsobjectenlijst. Het fijne daarvan is dat ik meteen alle gegevens correct heb, dus dat scheelt een hoop werk. In die trant wilde ik mijn presentatie eindigen met blijf creatief, blijf nadenken. Ik val Arno eigenlijk om de havenklap nog lastig met dingen die ik beter of anders wil. En dan gaat hij voor mij aan de slag. Als je daar zelf gedachten over hebt, laat het mij of Arno weten. En misschien kunnen we jullie daarin assisteren, helpen. Jullie wel? Dankjewel. Er zijn een aantal vragen. Eline, dat is denk ik Eline Delstra. Die vraagt, waarom gebruiken jullie volgnummers? De volgnummers die zijn echt om een volgorde in de tentoonstelling. Dus een looproute die je hebt. En dat is aan de ene kant handig in het tentoonstellingsproces om objecten te kunnen clusteren, bijvoorbeeld in een bepaalde zaal. Of in, met een volgorde van teksten die geschreven moet worden. Dus de grafische vormgever heeft daar ook veel aan. En wij gebruiken zelf als collectiebeheer die volgorde bij het inrichten. Dus je loopt bij. Arno heeft ook een outputformat gemaakt van een A4'tje waar al je cruciale informatie op staat. Voordat we gaan inrichten, plak ik al die A4'tjes in de volgorde. Zoals die bedacht is door de vormgever en het projectteam. En dan is het heel fijn dat je niet in een stapel van 200 A5'tjes moet zoeken welke komt hier. Oké. Okay. Even kijken. Esmee is benieuwd naar die handleiding. Zou je die willen delen? Dat denk ik wel. Ik moet dat even aan Arno vragen. Het is wel een proces wat is afgestemd op onze manier van werken. Dus ik kan me voorstellen dat die getailerd moet worden aan jullie desbetreffende instelling. Maar ja, dat lijkt me toch niet een heel groot probleem. Oké. Iris vraagt, als ik een lijst aan de vormgever aanlever, dan haal ik de gegevens eruit die ze niet aangaan, zoals waarde. Hoe werkt dat als ze in Adlib kunnen kijken? Zien ze dan ook niet dat soort gegevens? Ja, daarom krijgen zij dus nu nog steeds geen toegang tot Adlib. En dat is dus de crux van werken met externe vormgevers. Die moet je nog zo'n documentlijst geven. Maar die lijsten die zijn altijd in ontwikkeling. Dus dan ga je met versies werken. En ervaring met versies is dat de ene altijd met een andere versie werkt dan de ander. En er zijn absoluut platforms voor. Maar dan ga je gegevens lopen kopiëren en dubbel invoeren. En dat ik ze eerst in Google Drive moet invoeren en dan weer in Adlib. En dat is iets wat ik liever niet wil. Ik heb werk zat, dus één keer dingen invoeren vind ik eigenlijk genoeg. Ja. Maar dat is echt de uitdaging waar ik mee bezig ben. Dus als jullie daar ook suggesties voor hebben, please. Oké. Okay. Ja, fijn. Nienke Jellis vraagt, wat voor informatie staat er op Arno's A4'tje? Op de A5'tjes in de tentoonstelling staat een foto. Afmetingen, bruikleengever en of er een koerier komt, al dan niet fysiek of digitaal. In het geval van digitaal staat er wat contactgegevens bij. En er staan de voorwaarden bij hoe het geïnstalleerd moet worden. Dus met een kap of er een alarm bij moet of iets dergelijks. Ook daarvoor kan ik je gewoon een formatje toesturen. Ik geloof een laatste vraag van Femke. Gaan jullie over op collections en verwachten jullie problemen bij migratie aangezien jullie zoveel aanpassingen doen? Ik denk dat deze ook voor Arno is. Die ga ik overlaten aan Arno, deze. Ja. Arno, brand los. Arno, okay, gaf al commentaar, geloof ik. Ik hoop dat we onze applicatie kunnen migreren naar collections. Ja, ben ik te horen nu? Ik geloof ja, het wel. Ja, je bent te horen. Ik hoop inderdaad dat we onze huidige applicatie gewoon kunnen migreren naar collections zonder dat we de nieuwe applicatieversie hoeven te converteren naar de nieuwe applicatieversie te hoeven converteren. Als dat wel zo is, dan heb ik inderdaad nog wel heel veel werk om alle omgekatte velden die ik heb gemaakt misschien om te zetten.
Dat zal misschien ook wel meevallen, omdat de meeste dingen die je hier ziet, zijn Adapl gestuurd. En Adapl blijft ook in collections gewoon werken. Dus als een bepaalde functionaliteit, zoals het omvormen van volgnummers bijvoorbeeld, als dat gewoon in collections ook werkt, dan zal dat ook in een nieuwe applicatie werken. Maar vooralsnog ben ik van plan om te kijken of onze huidige applicatie ook in collections draait. Dat zal zeker qua schermbouw wellicht nog wel problemen opleveren, maar dat is wel de denktrand die ik nu heb. Oké. Ik geloof dat we er zijn, ook qua vragen. Ik zal even, als ik nog vragen gemist heb, ik geloof niet dat ik vragen gemist heb, maar ik zal zo meteen nog even wat aan de infrastructuur doen. In de tussentijd is het tijd voor het volgende programmapunt en dan gaan we het hebben over Linked Open Data. Marco, ik maak je nu host, dan zijn de volgende 20 minuten voor jou. Marco Streefkerk, Anne Frank Stichting. Oké, horen jullie? Jullie horen mij? Ja. Ja. Jullie zien ook nu mijn presentatie? Ja, ik moet even unmuten. Ja. Oké, goed, dan ga ik van start. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier wat te vertellen over... waar hebben we het eigenlijk over? Een vraag die ik regelmatig stelde de afgelopen tijd. Omdat ik hier met collega's zit die heel veel ervaring hebben, al vaak jaren bij deze instelling werken. En ik niet. Ik ben Marco Streefkerk. Ik ben als historicus eigenlijk voornamelijk bezig met de toekomst. En dat is geen contradictie. En ik heb idealen voor die toekomst. Ik denk dat onze samenleving zich in de toekomst zich steeds meer af gaat spelen in het digitale domein. En ik zie de digitale transitie die dat veroorzaakt, zowel als een kans, maar ook toch wel als een bedreiging. En ik werk met instellingen in de publieke sector die de ambitie hebben om een positieve impact te hebben op dat digitale domein. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een van mijn opdrachtgevers, dat is de Anne Frank Stichting. Ik wil jullie iets vertellen over hun digitale strategie. Het op orde brengen van termen daarmee te maken heeft, hoe we dat gedaan hebben en waarom het belangrijk is. Anne Frank Stichting, jullie kennen het misschien wel, de missie, het achterhuis online, achterhuis reserveren en toegankelijk houden en het werk onder de aandacht brengen ten behoeve van de actualiteit, de gevaren van antisemitisme, racisme, discriminatie en daartegenover. Het belang van vrijheid, gelijkheid en democratie. Nou, dat leidt tot twee strategische doelen eigenlijk van oudsher. We doen aan publieksvoorlichting en we doen aan educatie. Daarmee hebben we een aardige reputatie opgebouwd, denk ik, in het analoge. Hier zie je weliswaar een verouderd plaatje van een lange rij. Mensen die dat achterhuis willen bezoeken. Dus we zijn wijdverzijd bekend. En ook Anne Frank als merk is aansprekend en wordt op heel veel, bij heel veel deel van de mensen op de wereld bekend en wordt ook voor allerlei toepassingen gebruikt. Zoals gezegd, digitale transitie, dus ook wij hebben al enkele jaren een digitale strategie. En nou, dat is eigenlijk vrij generiek gesteld. Alles, ook in het digitale, willen we eigenlijk hetzelfde doen als wat we analoog al tientallen jaren doen in navolging van Otto Frank, de vader van Anne, die de stichting heeft opgericht in de jaren 50. Iets concreter, hoe doen we dat dan? Nou, ook dat is eigenlijk een vertaling van het analoge in het digitale. We willen dat iedereen ons kent, dat iedereen naar ons toekomt, onze informatie begrijpt en dat we daar ook dat zo goed mogelijk proberen te doen. Even in het rood, misschien nog wel leuk, dat de collectie en de kennis en informatie, dat daar toch het idee van is, ja, dat is misschien in het digitale toch wel wat meer waard. Dat kunnen we breder verspreiden en breder laten gebruiken.
Dat heeft de afgelopen jaren die strategie tot een aantal aansprekende producten geleid, denk ik. We hebben een best wel aardig goede website. Ik was er niet bij betrokken, dus alle credits voor de mensen die dat ontwikkeld hebben. 8,7 miljoen bezoekers per jaar vorig jaar en zo'n 11,3 miljoen bezoeken. Die komen uit 240 landen. En als je bedenkt dat de Verenigde Naties geloof ik 249 landen erkent, dan zitten we aardig op schema. 25% van ons bezoek komt uit de USA en 10% uit Nederland. We hebben ook in de pandemietijd, een toevallige bijkomstigheid eigenlijk, was niet zo gepland, het videodagboek online gezet. En dat heeft tot heel veel verkeer ook op YouTube geleid. We hebben meer dan 20 miljoen views op YouTube daar. We hebben een achterhuis online, dat was al ontwikkeld. En daar doen we nu ook digitale rondleiding in. Voor als het museum gesloten is, of als mensen hier niet naartoe komen. En we hebben educatieve producten zoals de Stories That Move. Er zijn ook dingen die je niet ziet en dat zit meer aan de achterkant. Hier een dwarsdoorsnede van ons collectiemanagement, wat ik even als generieke term gebruikt heb. Je ziet collections, ons collectiebeheersysteem van Axiel. We zijn vorig jaar overgegaan naar collections vanaf Adlib. En dus ook van lokaal van Windows naar in de cloud. We hebben een digitaal asset management, digitale bestandenbeheer systeem. We hebben een bibliotheek, we hebben een kennisbank waarin wetenschappelijke onderzoekers hun bevindingen documenteren. En we hebben ook vorig jaar gelanceerd een nieuwe wetenschappelijke editie van de geschriften van Anne Frank. Helaas niet in Nederland vanwege auteursrechtelijke beperkingen toegankelijk, maar wel in heel veel andere landen. En om dit ook effectief in te zetten in de digitale activiteiten hebben ze mij aangenomen als in de functie van informatiemanager. En ik werd daar onder andere belast met een programma om in 2 jaar tijd de collectieregistratie op orde te brengen voor het publiek. En daar hebben we ook een extra registrator voor kunnen aantrekken, David Bos. Ik weet niet of die kan niet zien wie er allemaal aanwezig zijn, maar die heeft afgelopen jaar daar keihard aan gewerkt. Afgelopen 2 jaar keihard aan gewerkt, is nu overgestapt naar het Spoorwegmuseum. Succes daar, David. Maar ik nam wel wat mee aan bagage, want ik kom uit meer uit een landelijke context waarin we bijdrage hebben geleverd aan de digitale strategie en de DERA. En daarin staat de gebruiker centraal. Daarin proberen we samen te werken, erfgoedinstellingen overbruggen scheidslijnen tussen collecties en proberen zo via digitale technieken gebruikers in alle verscheidenheid een grenzeloze toegang tot dat erfgoed te geven. En we delen vanuit de bron en de referentiearchitectuur, ik weet niet hoeveel van jullie in het gezelschap die wel eens gelezen hebben, maar dat vormt in ieder geval een gezamenlijke richtlijn voor digitale activiteiten. Dus dat was ook mijn uitgangspunt hier. En dat vertaalt naar wat dat dan voor de collectieregistratie betekende. Nou, dat was eigenlijk mijn idee dat het machine leesbaar moest worden en onderling verbonden. De techniek daarvoor, linked data, open data, dat is gezien de status van onze collectie, dat laatste is nog wel een uitdaging. Persistente identifiers, dus als wij zeggen in onze collectie zijn we verantwoordelijk voor de eeuwigheid voor onze fysieke objecten, dan moeten we dat ook in het digitaal kunnen waarmaken. En daar zijn die identifiers heel belangrijk bij. En het contextualiseren van die informatie die we hebben in de context van vervolging, oorlog en natuurlijk het dagboek als een unieke bron vanuit de oorlogstijd, onderduiktijd. Dat betekent in mijn optiek ook dat we als instelling aan het veranderen zijn van een min of meer onafhankelijk instituut naar meer een netwerkpartner. En met de risico's die dat heeft voor onze reputatie en het merk dat we hebben, proberen te ondervangen door ook in het digitale weer autoriteit te claimen.
Annefrank.org is daar denk ik een heel belangrijk instrument bij. Dat is een domein wat herkenbaar is, wat internationaal kan worden ingezet. Dus die troef hebben we al in handen. Maar we moeten ook in staat zijn om, waar we vroeger vooral werkten vanuit het bezit, unieke bezit dat we hadden van het kennis, nu het faciliteren van gebruik van die kennis. De DERA als uitgangspunt vertaald naar de collectieregistratie betekent dat in ieder geval dat je antwoord moet geven, kunnen geven op de wie, wat, waar, wanneer en wat vragen voor alle informatie en de kennis die je hebt. Nou, vertaald naar iets als een collectieregistratie, dan zijn daar een aantal velden aan te koppelen, een aantal categorieën van gegevens aan te koppelen, die je op die manier zou willen koppelen aan die generieke vraag. En door dat te doen, bied je onze gebruikers, die heel divers zijn, in ieder geval in eerste instantie een inzicht in wat we hebben en een overzicht hoe je het zou kunnen gebruiken. Eigenlijk andersom, een overzicht van wat we hebben, een inzicht hoe je het zou kunnen gebruiken. En dat doe je op een gestandardiseerde manier. Je maakt expliciet wat je bedoelt in die registratie, zodat het ook herbruikbaar is voor anderen. En termenbeheer is daarbij in mijn optiek een onmisbaar instrument. En we hebben daar ook weer in de gelukkige omstandigheden dat we al iemand met expertise op dit gebied in huis hadden. Henny Brandhorst, die al jaren de bibliotheek ook beheert. Concreet, wat betekende dat bij het op orde brengen van die terminologie, van dat termenbeheer? We begonnen met deze aantallen, dus 3000 termen, waarvan 1100 eigenlijk niet bekend was waar die voor gebruikt werden. Meer dan 50% had geen status en alle termen stonden eigenlijk geïsoleerd. Er was geen verbinding tussen. Het resultaat wat we aan het eind van het programma hebben gerealiseerd is dat het aantal termen tot de helft is teruggebracht. Dat ze allemaal in een domein, dus van alles is bekend waar die voor gebruikt worden. Ze zijn beoordeeld, dus dat betekent dat ze ook allemaal een status hebben als descriptor. Op een handjevol naam termen die nog in discussie zijn of ze al dan niet descriptor worden of worden afgevoerd. En meer dan 1000 van die termen zijn ook verbonden, onderling of met de buitenwereld. En met dit inzicht, wat we zelf en ook kunnen delen met anderen, kunnen we de dingen gaan doen die we willen doen. We weten nu waar we het over hebben. Terug naar die vraag die ik aan het begin stelde. Ik kan nu ook aan de buitenwereld laten zien, zonder dat ik daar zelf voor moet gaan communiceren, wat we hebben. We hebben 17 categorieën. Dat is eigenlijk een soort globale indeling van de collectie, zowel op inhoud als op vorm. 300 verschillende type objecten die we in ons beheer hebben en gezamenlijk vertellen die het verhaal over 30 onderwerpen. Specifiek voor de Anne Frank Stichting is dan nog dat je 14 hoofdpersonen hebt waar we echt, er is heel veel informatie over mensen die in de recente tijd geleefd hebben, maar over die 14 personen hebben we onderzoek gedaan, we weten wat ze hebben gedaan, we hebben persoonlijke bronnen van ze, dus dat maakt het bijzonder. We beslaan ruwweg 3 periodes, de onderduiktijd als centraal daarin en natuurlijk de weerklank na afloop wat er allemaal met het dagboek gebeurd is en de voorgeschiedenis waar toen niemand nog bevroedde waar het naartoe zou kunnen gaan. En om de context, de verbinding met de buitenwereld te maken, zijn we verbindingen aangegaan met de AAT, met de WO2-thesaurus en de Getty geografische terminologiebron. Op die manier zijn we nu in staat om met die kapstok naar buiten te treden. Die kapstok die inzicht geeft wat voor clusters aan informatie we hebben en waar we zelf iets mee kunnen doen en waar we anderen ook mee in staat kunnen stellen om iets te doen. En waar we ook bijvoorbeeld ons acquisitiebeleid weer op kunnen aanpassen. We hebben natuurlijk nog wel een aantal plannen voor het vervolg. We willen ook andere bronnen op dezelfde manier bruikbaar maken. Ik liet net al zien de kennisbank, daar zijn we nu mee bezig. De bibliotheek is voor een belangrijk deel meegelift. Maar de kennisbank doen we nu in het kader van een groot Mondriaan project. Zijn we ook bezig om nu te herstructureren
en te verbinden onderling en met de buitenwereld. Het kennisbeheer laten landen. Het is een activiteit die echt een andere manier van werken vereist, aandacht vereist, niet alleen binnen de specifieke functionaris die verantwoordelijk is, maar bij alles wat we doen, in al onze activiteiten in mijn beheer, in mijn beleving. En we gaan die informatie publiceren in presentaties. En dat is, denk ik, in eerste instantie, wil je die persistent identifiers die we hebben toegekend laten werken, dan moet er een landingspagina bij zijn. En dat is in mijn optiek, hoort dat te leiden naar het Anne Frank domein. We gaan niet in één keer alles presenteren, maar we kunnen dat nu met die groepering die we hebben gemaakt, met die indeling, stapsgewijs doen. Een object, een onderwerp aanpakken, daar aanvullend onderzoek in doen, daar ook rechten in kleren, daar herkomst onderzoeken en daar een verhaal mee vertellen op onze website, maar ook dat verhaal expliciet als linked open data publiceren, zodat anderen diezelfde bronnen direct vanuit het basissysteem kunnen gebruiken om hun eigen verhaal mee te gaan vertellen. Dat hergebruik gaan we zelf ook stimuleren. We gaan de samenwerking aan met oorlogsbronnen. Daar hebben we al een aantal keren mee gesproken. Ik ben heel benieuwd hoe onze toch vrij gedetailleerde, diepgaande, gecureerde informatie zich verhoudt tot de miljoenen gegevens die ze bij het oorlogsbronnen uit allerlei collecties verzamelen. Europeana, wat het platform is internationaal, denk ik, waar we zichtbaar op moeten worden. En op basis van die activiteiten, die gaan we aan door concrete doelen te stellen bij elke activiteit, te monitoren in hoeverre we daarin slagen en dat ook weer bij te stellen. Zo, hè, dat termenbeheer, dat kennismanagement is een dynamisch iets, dat blijft in ontwikkeling, dat moet je blijven bijstellen. Je komt tot nieuwe inzichten, nieuwe ontdekkingen, nieuwe samenwerkingspartners, dus dat is, blijft work in progress. Maar het geeft ons wel op die manier kans om de strategie die ik eerder liet zien in heel algemene termen verder te concretiseren. Wat doen we daar zelf aan en welke keuzes maken we daarin, zodat onze missie zo optimaal mogelijk gerealiseerd wordt. En tenslotte het businessmodel innoveren. We hebben tijdens de pandemie ook ervaren hoe het is als de inkomsten droogvallen. Het museum is lange tijd dicht geweest en dat heeft ons ook, waar het verleden de entreegelden eigenlijk altijd de melkkoe waren, waar alle digitale activiteiten op dreven, dat moet nu gediversifieerd worden. Dus we moeten meer nadenken, wat is de waarde van datgene wat we in het digitale doen en hoe kan dat ook weer bijdragen aan bijvoorbeeld het behoud van de collectie en het behoud van het achterhuis. Dus op die manier ben ik weer terug bij het begin, het strategisch belang. En ik hoop dat ik in deze jullie een beetje heb kunnen overbrengen dat het, hoe belangrijk het is om een digitale strategie te hebben. En daarnaast ook heel concreet met je collectieinformatie aan de slag te gaan. Om ook anderen met in die strategie mee te nemen en nieuwe kansen te creëren. En daarmee uiteindelijk de duurzaamheid te vergroten. En nou ja, wellicht ook de wereld een beetje beter te maken. Dank jullie wel. Ja, dankjewel Marco. Prachtig verhaal, moet ik zeggen ook. Er zijn enkele vragen. Nienke vraagt, welk systeem gebruiken jullie als digital asset management systeem? Mag ik reclame maken of niet? Ja, het is Memorix. Het is Memorix van Picturai. Oké. En Helmi vraagt, is jullie bibliotheek ook via collections ontsloten? Ja, dat is inderdaad gedaan. Onze bibliotheek zit ook in collections. Dat is een beslissing geweest voor mijn komst hier. En nou, het voordeel is dat we daar heel erg gebruik konden maken van die kennis die daar al mee was bij het ontsluiten, het op orde brengen van de collectie. Er zullen ongetwijfeld ook nadelen zijn. We hebben niet de bibliotheekmodule, dus het is een wat meer generieke aanpak. Heel erg denk in de vorige presentatie waar gebruikt werd, bedacht werd om de bibliotheek ook aan de bruikleenmodule te kopiëren. Zoiets hebben wij ook vergelijkbaars gedaan om de interne uitleningen bijvoorbeeld te administreren. Ja, dat zijn kunstgrepen die je wel goed
goed overdenken voordat je daarin stapt. Ja, ik geloof dat we er zo zijn wat vragen betreft. Even een korte huishoudelijke mededeling. Oh, wacht even. Ik heb hier Jurgen hierbij aansluitend. Wil ik even laten weten dat er een gratis studiedag AAT is volgende maand. Meer info in een lange Faro-link. Shannon, hi. Hoi. Ik moet eventjes een kleine huishoudelijke mededeling doen. Ik heb zojuist Herms en Joanne gepromoot tot panelist. Ik geloof alleen wel dat jullie dat zelf moeten accepteren. Dus dat zou je moeten hebben gezien. Op het moment dat ik Shannon laat presenteren, dan wordt Shannon host. En dan moet Shannon dat doen. Dus ik kan dat alleen maar doen als ik host ben. Dus ik hoop dat je die uitnodiging gezien heb, Herms en Johanne. En dan ga ik nu, geef ik nu graag het woord aan Shannon. Je mag nu alles wat je wil. Ja, ik zie het. Nou, hallo iedereen virtueel. ik ben Shannon van Muiden. Ik werk als datamanager bij het Zuiderzeemuseum. Inmiddels al 6 jaar. En in die hoedanigheid ben ik natuurlijk heel veel bezig in Adlib en ik zet onze collectie online van het Zuiderzeemuseum, maar ook ben ik betrokken bij netwerken waar wij in zitten, netwerk Zuiderzeecollecties en sinds kort ook het netwerk Maritieme Bronnen. En ik werk ook veel samen met de musea uit het netwerk. Nou, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je je termen uit je thesaurus kunt koppelen aan de cultuurhistorische thesaurus. De methode die ik laat zien, die kan je ook toepassen op de AAT of RKD Artists. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik laat het specifiek zien voor de cultuurhistorische thesaurus. Die is voor ons een belangrijke thesaurus. Nou, waarom wil je je koppelen aan de terminologiebron? Marco noemde het ook wel in zijn presentatie. Het is vooral als je met linked data wil werken, is het belangrijk dat je zoveel mogelijk van je collectiedata computerleesbaar maakt. En een van die dingen waarmee je dat kan doen, is je koppelen aan een externe terminologiebron. En die geeft voor elke term een code uit, een URI. En die wil je graag eigenlijk opnemen in je collectiebeheersysteem. Nou, als je een van de lucky few bent die al collections 5.0 heeft, dan kan je, als je een nieuwe term toevoegt, dan kan je kiezen uit een terminologiebron die via het termnetwerk wordt aangeboden. Dus dat is de AAT, de cultuurhistorische thesaurus, de RKD Artist, de WO2 thesaurus. Daar kan je straks dan uit kiezen. Dat is natuurlijk super mooi, maar dat brengt nog niet, dat je hebt natuurlijk nog steeds termen die al in je systeem stonden en die zijn niet meteen automatisch gekoppeld aan een terminologiebron. Dus dat is nog steeds een handeling die je moet uitvoeren. Ik ga laten zien hoe je dit kan doen met Excel. Rolf noemde al, er is een OpenRefine werkgroep. OpenRefine is eigenlijk het programma wat daar helemaal ook op is ingericht om te koppelen bijvoorbeeld en om je data op te schonen. Dus als je daarmee wil werken, doe het vooral. Het is echt een supermooi programma. Maar ja, ik ben ooit begonnen met Excel en het is een hele simpele methode. Dus ik dacht, wie weet, hebben jullie er ook iets aan? Het mooie hieraan is ook dat je koppeltjes je termen aan een externe terminologiebron. Maar je kan ook eigenlijk meteen daarmee je thesaurus wat opschonen. Want ja, alles wat niet gekoppeld wordt, dat is mogelijk dus de rommel in je thesaurus. Nou ga ik share screenen, even kijken. En daarvoor moet ik, denk ik, kiezen voor de... Kijk hoor. Rolf, als ik tussen schermen wil kunnen switchen, tussen vensters, dan moet ik kiezen voor de desktop, denk ik, of niet? Kijk hoor, die zie ik er niet bij staan. Ah, ik probeer gewoon wat uit. Even kijken hoor. Share. Zien jullie nu mijn Adlib? Een Adlib? Wacht even. Ja, we zien nu Adlib. Met okay. Een lichtblauwe achtergrond. Yes, dat is onze Adlib 4.5.
Oké, waar ga je beginnen? Je gaat beginnen bij je thesaurus. Ja, ik ga de hele presentatie live uitvoeren. Dus het is zo'n risico. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Maar dus ik heb net onze thesaurus geopend. En je kan, als je dus je term eruit wil halen en gaan export maken, dan kan je dat doen op basis van domeinen. Hè? Dus dat je zegt, ik wil alleen objectnamen exporteren, of ik wil juist alleen de geografische termen exporteren. En ik wil bijvoorbeeld alle termen waar use is ingevuld, die wil ik niet mee exporteren, want die zijn eigenlijk niet, dat zijn de niet-voorkeurstermen. Maar wat ik altijd doe is, ik doe gewoon alles. Ik exporteer gewoon de hele bubs. En vaak doe ik dat door dat via, nou dan ga ik naar het recordnummer, dubbelklik, krijg je alles. Als ik op volgende klik, krijg ik gewoon alle termen die in onze thesaurus staan. Daar hebben we de 6000. Om ze allemaal te exporteren, markering wisselen. Voor sommigen is dit echt natuurlijk een bekend verhaal, maar ik loop hem toch even door. Exporteren. Ik kies voor CSV, omdat het niet, in dit geval geen meerdere occurrences ga exporteren. Dus dan kan ik gewoon een CSV kiezen. Wat heel belangrijk is bij je export, is dat je het recordnummer meeneemt. Want dat heb je later nodig om die URI's weer te importeren. Dus hier heet dat TSAU underscore proced 0. In sommige versies van Adlib heet dat recordnummer of preref. Het wisselt een beetje. Dus die wil je sowieso hebben. Je wil uiteraard de term, die heb je nodig. Je kan kijken wat heb je nog meer nodig. Je wil misschien je domein, dus termsoort wil je misschien meenemen. Je wil use meenemen als dat is ingevuld. Je wil misschien broader term. Nou, alles waarvan je denkt, dit is handig voor de identificatie van de term. Volgende, selecteer je bestemming, exporteer. Dat laat ik even achterwege. Als je dan de CSV hebt geëxporteerd, dan open je hem in Excel. Is er nu een Excel te zien? Nee. Oh. Even kijken, dan moet ik even... Ik denk dat je even Adlib moet minimizen. Oké. Even kijken, maar dan ga ik dat proberen. Weg. Nu? Nee. Ja. Kijk hoor. Dan moet je misschien even stop share en dan naar Excel. Of ik kan het zo doen, denk ik. Zo beter? Ja. Nice. Beter ook. Oké. Iets meer handelingen, maar dat gaat helemaal goed komen. Nou, ik heb nu die export die ik dan net heb gemaakt, die heb ik even geopend in Excel. De recordnummers, de termen, de use, die termen ga ik allemaal uit de lijst halen. Want die wil je niet koppelen aan terminologie, want dat zijn eigenlijk je niet-voorkeurstermen. Dus dit is gewoon, dit ga ik eventjes sorteren. En dan verwijder ik gewoon even die rijen. Tot daar. Oh, eentje erbij. Goed. Zo, die gooi ik er even uit. Deze mag ook uit. En dan heb ik alleen maar de termen overgelaten die een voorkeursterm zijn. Nou, hier zit dus alles bij. Dus je ziet dat hier staat Aalsmeer. Dus het is ook geografie. Die gaat hij natuurlijk niet kunnen koppelen met de cultuurhistorische thesaurus, want daar staan geen geografische termen in. Maar dat geeft eigenlijk niet. Dus dat... laten we zo staan. Oké, nou hebben we nu een thesaurus in Excel. Dan ga ik weer even een ander scherm delen. En dat wordt deze. Zien jullie nu een Google Chrome? Ja. Nice, oké. Nou, ik wil dus nu de hele complete cultuurhistorische thesaurus, die wil ik nu binnenhalen in Excel. En daarvoor ga ik naar het Sparkle Endpoint van de cultuurhistorische thesaurus. Nou denk je, what the fuck, misschien. Ik heb nooit gehoord van Sparkle. Dat maakt ook helemaal gereed uit. Je hoeft ook helemaal niet te weten hoe het werkt. Je gaat er gewoon naartoe. Ik kan de link zal ik straks wel even delen in de chat. En dan krijg je dit te zien. En hier moet je eigenlijk een query maken. Nou. Daarbij zeg je, ik wil van de cultuurhistorische thesaurus alle termen met URI's, bijvoorbeeld. Dat is een query die je kan maken. Ik weet niet zelf hoe je zo'n query maakt.
ik heb aan iemand anders gevraagd die dat wel weet, hoe moet dit? En die heeft mij dat ge-e-maild en toen heb ik het gecopy-paste in een kladblok die ik altijd bij de hand heb. Dus dat ga ik eventjes kopiëren uit het kladblok. Dat zien jullie misschien niet, maar wel als ik hem nu weer plak. Dus zo'n query kan ik bijvoorbeeld ook delen in de chat of naar je toesturen als je dat wil. Dat is gewoon, nou, kan je hem er lekker opslaan en dan hoef je hier nooit meer over na te denken. En dan zeg je gewoon run, run query. En dan gaat hij alles wat in de cultuurhistorische thesaurus zit, gaat hij laden. Het duurt eigenlijk verrassend veel korter dan je zou denken. Hij is nu nog wel aan het laden, maar hij is eigenlijk vrij snel klaar ermee. Het is niet een je hoeft koffie gaan halen een moment of zo. Je kan gewoon rustig even wachten. Nou, is klaar. Wat ik dan doe is gewoon Ctrl-A. Ctrl-A, ik wil alles selecteren. Ctrl-C, ik wil alles kopiëren. En dan ga ik terug naar mijn Excel. Zo, als het goed is zien jullie die ook weer. Dan open ik een nieuw tabblad. Dan Ctrl-V, plak ik alles erin. Zo. En wat hij nu heeft, hij nog steeds alles geselecteerd. En ik moet er een tabel van maken. Denk je, nou, het is een tabel, zit in Excel, is toch een tabel. Maar goed, dat is dan weer een tabel in Excel. Dus dat is Ctrl-L. Dat wil ik wel graag doen hier. Ja. Druk gewoon op OK. En wat ik altijd fijn vind, is dat je in een tabel een naam kan geven. Dat vind ik altijd zelf voor de herkenning wel handig. Dus ik noem het gewoon CHT, Cultuurhistorisch Thesaurus. Nou, deze was, omdat het een CSV was, al automatisch een tabel. Die heeft de naam underscore 011. Niet echt heel herkenbaar, maar goed. Dan houden we het eventjes. Dan open ik een nieuw tabblad. En dan, even kijken. Dit gaan we. In Excel heb je de mogelijkheid om Fuzzy Lookup te installeren. Dat kan je downloaden van de Microsoft website. Als je gewoon googelt Excel Fuzzy Lookup, moet je even kijken naar de URL of daar dan ook Microsoft in staat. Dat je zeker weet dat je hem van de echte officiële website hebt. Het is gewoon gratis. Het is eigenlijk een add-on voor Excel. Dus die kan je installeren. En dan open je die. En dan krijg je aan de rechterkant krijg je een tabelletje te zien. En dan kan je kiezen, ik wil mijn thesaurus, dat was underscore 011, zeg maar, dus de thesaurus van het Zuid-Zeemuseum, wil ik gaan vergelijken met de cultuurhistorische thesaurus. Dan moet je kiezen welke kolommen je wil gaan vergelijken. Nou, ik wil term vergelijken met, en in de cultuurhistorische thesaurus heb je concept, dat is de URI, die heb je straks nodig. Maar daar wil je niet mee vergelijken, want daar kan je eigenlijk niks mee. Dan heb je de preferred label. En in het geval van de cultuurhistorische thesaurus, volgens mij is dat ook in de AT zo, maar dat weet ik even niet helemaal zeker, is dat de meervoudsvorm van de term. Dus als jij denkt, oh, wij hanteren in onze thesaurus ook de meervoudsvorm, dan match je hem eerst met het pref label. De enkelvoudsvorm is de alt label. En in de alt label zitten ook bijvoorbeeld equivalente termen. Fiets en rijwiel. Die komen hier allebei in voor. Ik begin altijd zelf met het matchen met de alt-label. En daarna ga ik matchen met de pref-label. Dus ik ga in ieder geval eerst nu even dat eerste laten zien. Dus ik wil term en alt-label. Die klik je dan allebei aan. En dan druk je op dit leuke verbindingsicoontje in het midden. En dan komen ze hier terecht in dit kadertje. Nou, dat is alles wat je hoeft te doen. Dan druk je op go. Waarom gebeurt dit? Even kijken hoor. Ik krijg een hele gekke foutmelding. Gaat hij het nou weer doen? Oh. Nou, dat is ook niet aardig. Even kijken hoor. Proberen. Kijk,
Ik heb toch iets fout gegaan. Nou, als je op Go drukt, dan gaat hij ze dus vergelijken. Hè? Als jij een hele omvangrijke thesaurus hebt, laten we maar eens gek zeggen, 100.000 termen, het komt voor, dan duurt dit lang. Dan kan je wel even koffie gaan halen. Maar ik heb nu onze set van 6.000, dat ik een beetje ingekort. Want we zitten hier ook wel een tijd te wachten. En je ziet met iets van 120 termen is hij zo klaar. Dus de bovenste regel, daar ga ik even een filtertje op zetten. Zo. En in die similarity, dat is deze. Dat is eigenlijk waarin Excel zegt, zoveel procent komt hij overeen, de term. En dat kan je nu nog niet zien, die procent is 0,001. Daar heb je niks aan. Dus ik druk gewoon op het procent-icoontje. En dan maakt hij daar een heel leuk procentdingetje van. En die kan ik sorteren van hoog naar laag. En dan zie ik de term AAK komt exact overeen met de alt-label AAK. Het is een 100% score. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat al die 100% dat die exact overeen komen. Er zit een risico aan hè, met homoniemen. Maar volgens mij in het geval van de cultuurhistorische thesaurus en misschien ook wel de AAT staat er dan tussen haakjes nog wel achter of je het bijvoorbeeld hebt over bank het gebouw of bank het meubel. Zeg maar. Dus dan haalt hij ook die 100% score niet. Dus ik ga ervan uit 100% score is echt een exact match. Dus die knip ik dan uit de lijst. En dan maak ik dan een nieuw tabblad. En dan zet ik ze dan eventjes in. Of vaak met de burn-out. Die mag dan weg. Leeg. Bovenste regel kopieer ik erop. Nee. Nu heb ik al een lijst van termen. Waarvan ik eigenlijk ook al weet. Hè, deze termen in mijn thesaurus. Die zijn goed. Ik weet niet of ze ook in gebruik zijn. Dat is iets wat je kunt checken via de SQL database. Daar heeft Rolf een heel mooi filmpje van gemaakt. Die kan ik ook eventjes, als hij dus beschikbaar is, Rolf, maar even kijken voor het grote publiek. Dan kan hij even in de chat. Dan kun je eerst kijken welke termen wel of niet in gebruik zijn. Maar goed, in ieder geval, we gaan er nu even vanuit dat dit allemaal in gebruik is. Deze termen zijn goed. Het clubje wat je overhoudt. Daar zijn die hoge scores zijn waarschijnlijk ook goede termen, maar die komen gewoon niet exact overeen. En dan lager, heb je ook 0%. Nou, dan krijg je dus geografische termen. Die staan er niet in, maar zijn wel geoorloofde termen. Maar het kan zijn dat hier dus ook je rommel in voorkomt, je spellingsfouten, misschien zijn er ooit mensen geweest die vraagtekens in een veld hebben ingevuld. Of sterretjes of uitroeptekens. Of weet je, allemaal gekke dingen die er niet in horen. Die komen hier dan terecht. Dus die kun je er dan eruit halen. En dan weet je meteen, oh, dit is mijn clubje met rommel, als het ware. Nou, dit is dan de eerste match die ik doe. Alt-label. Mijn lijstje wordt steeds korter. Zie, ik heb nu nog maar 73. Dan match ik, dan maak ik hier dan weer een tabel van. Die heet nu tabel 5. Die kan je dan match 2. Kijk of ik het zo mag doen. Match 2 noemen. Nou, dan open je weer een nieuw tabblad. En dan zeg je, ik wil nu match 2 met de cultuurhistorische thesaurus matchen. En in plaats van de alt-label wil ik nu, kijk voor de term, wil ik nu matchen met de pref-label. Eigenlijk even deze eruit halen, deze kolommen. Die zitten me straks in de weg. Dus term met de pref-label wil ik matchen. En dan go. Nou, dat matchen dat gaat natuurlijk ook steeds sneller, omdat je... Hij werkt niet zo lekker met mijn bevende. Kijk hoor. Dan moet ik hier aanklikken. Match 2. En term met pref-label match en go. Dus ja, dit gaat best wel snel. En elke keer voer je diezelfde handeling uit. Dus je legt dat filtertje aan.
Je zegt, ik wil de procenten zien. Je sorteert het van hoog naar laag. Nou, en dan hebben we toch weer wat matches. Dan gaan we die 100% matches er weer uithalen. En die knip je dan bij die eerdere 100% matches. En zo ga je eigenlijk door. Hè? Nou, ik heb preflabel en altlabel met elkaar gematcht. Dit is de rij waar het om gaat. Dit zijn de URI's. Het is een heel lange link eigenlijk. Het gaat eigenlijk puur om die laatste code. Maar ik zelf zet altijd gewoon dat hele ding in altlab. En omdat ik nu dus een recordnummer heb en een URI op dezelfde regel, kan ik straks een importjob maken voor in altlab of in collections. Dat maakt niet zoveel uit. Waarin ik dus die URI kan importeren. En dat is je doel. Dat wil je graag. Nou, van alle 150 termen die ik eerst had, heb ik er al 105 gekoppeld. In een paar minuten tijd, zeg maar. Het gaat er echt heel snel. Nou, heb ik een resterende lijst, heb ik. En omdat ik deze actie die ik nu doe, heb ik heel vaak uitgevoerd ook voor andere museale collecties, met name in ons netwerk, maar ook wel buiten ons netwerk. Ik vind het ook inmiddels best wel leuk om te doen. Je voelt echt dat je een thesaurus aan het schonen bent ook, hè? Omdat je eindigt dus echt met dat clubje met ja, rommelige termen of zo. Dus dan heb je meteen iets wat je terug kan leveren ook aan een museum. Van kijk, hier kan je naar kijken in plaats van 80.000 termen bewijzen van. Waar je stuk voor stuk naar moet kijken, is je groepje nu veel kleiner geworden. Dat is natuurlijk mooi. Nou, en omdat ik al zoveel musea inmiddels heb voorzien van URI's, heb ik een lijst, die noem ik alles van alles. En daarin heb ik al die 100% matches. En soms zijn die matches lager, maar dan zie je dat, hier, lito's. Dit is de term die in de thesaurus stond. Lito's ingekleurd geel-groen. Nou, dit is niet helemaal een term zoals je hem graag zou willen in je thesaurus. Maar kan hem wel koppelen aan lito's, aan lithografieën. Dus de match is niet 100%, maar het is wel waar we het over hebben. We hebben het over lito's, los van welke kleur ze hebben. Dus die lijst die met verschillende musea, die is heel groot. Dat loopt tot in de 22.264. En die wordt steeds groter. En wat ik dan dus doe, is dat laatste clubje, wat ik nog overhoud, wat ik niet kon matchen, dat match ik nog een keer met deze grote lijst. En volgens mij kan het zelfs heel snel. Want je denkt, het zijn een heleboel, maar volgens mij gaat het gewoon heel snel. Dus, want hij vergelijkt eigenlijk alleen maar dit groepje. Dus hij heeft maar 43, 42 termen te matchen. Dus hier maak ik dan weer een tabel van. Nou, misschien duizelt dit je nu wel al die acties achter elkaar, maar het wordt opgenomen, dus je kan het altijd rustig terugkijken. En de handelingen zijn telkens hetzelfde. Je voert telkens dezelfde handelingen uit. Dus het is ook, dat maakt het gewoon heel simpel en ook ja, vrij makkelijk om dus te leren. Je hoeft er niet heel veel tijd in te investeren om dit onder de knie te krijgen. Nou, ik wil nu die nieuwe match, die wil ik nu met de alles van alles lijst gaan vergelijken. Die heet Alles van Alles. Dat is fijn dat ik dat zo heb. Dus die Alles van Alles. En dan wil ik term, wil ik matchen met term. Wordt leuk, go. Kijk of je nu wel in één keer wil doen. Develop. Nou, is klaar. Filtertje er weer op. Procentje er weer op. Van hoog en laag. Kijk, ik krijg nu geen 100% matches meer. Maar decoratief object, wat vindt hij daarvan? Decoratief object. Matcht hij met objecten? Ja, dan zou je van kunnen zeggen. Ik weet het niet zo goed. Maar bokvaartuig met bolvaartuig is wel. Even kijken hoor. Term en term. Dit zou wel een match moeten zijn eigenlijk. Lijkt in ieder geval wel op. Dus nou ja, zo kan je dus, uiteindelijk moet je dus wat handmatig ook langslopen. Maar je ziet dat je heel eigenlijk vrij snel wel je thesaurus dus kan voorzien van een URI. En
je rommel eruit haalt. Bij wijze van, nou ja, rommel hoeft geen rommel te zijn. Er kunnen ook termen zijn die niet voorkomen in de cultuurhistorische thesaurus. Maar je controlegroepje is gewoon veel kleiner. Dus in plaats van dat je denkt, ik heb geen overzicht over die duizenden termen, ik heb geen benul hoe ik dit moet doen, is dit gewoon een mooie manier om daarmee aan de slag te gaan. En je hebt dus twee vliegen in één klap, want je hebt dus ook je thesaurus gekoppeld. En dat is, even kijken hoor, waar waren we hier? Met de 100%. En met die URI's, als je die dus hebt ingevoerd in Adlib of in Collections, wat je ook gebruikt, dan kan je daar online ook weer allerlei hele leuke dingen mee doen. Op Zuiderzee-collectie hebben we bijvoorbeeld een doorkoppeling naar Wikipedia-artikelen. Dat loopt gewoon via de cultuurhistorische thesaurus onder water. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Je kan definities van de termen kan je laten zien. Hè? Wat is een tjalk bijvoorbeeld? Dat staat dan als een scope note bij de cultuurhistorische thesaurus. Dus dat hoef jij niet meer in je adlib te gaan verwerken. Dat kan je gewoon direct extern ophalen. En nou ja, als je met kunstenaars koppelt, kun je allerlei informatie over de kunstenaar binnenhalen. Noem maar op. Het is, ja, je kunt heel leuke dingen mee doen. Je hoeft er heel weinig werk voor te verzetten. Nou, dat wil toch iedereen? Ja, nee, ik vind het heel leuk. En vooral heel erg leuk vind ik ook dat je juist gebruik maakt van een beetje gammel geformuleerde termen. Dat je daar een lijst van aanhoudt die inmiddels al gevalideerd zijn naar goede termen. Het komt heel vaak voor dat dat soort dingen zijn ingevoerd. Dus dan hebben mensen gewoon met de beste bedoelingen iets ingevoerd. Maar is dit een beetje... En als je dat dan al kan matchen naar iets wat je al eerder gedaan hebt, dat is geniaal. Dus ik hulde. Even kijken, er was één vraag van Marco. En hij vraagt... moet ik even scrollen. Is een use term, dus een niet voorkeursterm die je in Adlib hebt, die voorkomt in een externe autoriteit. Mm-hmm. Is dat niet een reden om die te promoveren tot voorkeursterm? Ja, dat zou je kunnen doen. Je bedoelt dat je het eigenlijk omwisselt. Dat je de niet-voorkeursterm in je eigen collectiebeheersysteem, die promoot je tot voorkeursterm omdat die in de externe thesaurus voorkomt. Ja, dat is een keuze die je kan maken. Ja. Nou, het mooie is met die... Kijk, als je dan jouw voorkeurstem bijvoorbeeld niet kan verbinden aan een URI en je niet-voorkeurstem wel, nou, dan zou ik zeker switchen. Mocht je ze wel allebei van een URI kunnen voorzien, dan maakt het misschien in essentie niet eens zoveel uit. Omdat je dan online toch die verbinding hebt. Dus ja, het is eigenlijk een keus. Je kan je helemaal conformeren aan een externe thesaurus. Want je kan ook bij wijze van spreken zeggen, nou, wij zijn een Friese instelling en wij willen onze collectie weer compleet in het Fries doen. Maar je koppelt wel jouw Friese term aan de Nederlandse variant uit cultuurhistorische thesaurus. Ja, dat kan dus ook. Dat is veel meer werk, maar het kan wel. Ja, nee, ik geloof dat we nu de vragen gehad hebben. Danny IJzerman vraagt ook, zou je de link naar het Sparkle Endpoint en de query ook even in de chat aan iedereen willen zetten? Ja, zeker. Oké, ik wou het hierbij afronden, want we zijn al ongeveer een minuut of 10 over tijd. Nog even voor Joanne en voor Herms. Als het goed is, hebben jullie net weer een promotie tot panelist ontvangen. En die heeft Herms, ja, die is doorgekomen. Oké, dan geef ik nu graag het woord aan Ed. Die gaat vertellen over welke terminologiebronnen er allemaal zijn. Ed, welkom. Nou, ik ga iets meer vertellen over het datasetregister. Dataset-register. Maar ik wil graag mijn scherm delen. Oh ja, ik kan het. Even kijken hoor. Zo, ziet iedereen dit? Ja. Oké. Nou, ik ga wat vertellen over het datasetregister. Ik zal even naar de volgende. Ik heb een korte agenda gemaakt. Even een korte introductie over netwerk digitaal erfgoed en mezelf. Even over de ontwikkeling van het datasetregister. De doelstelling van het datasetregister, het principe en de werking ervan. En dan gaan we even live kijken, ook nog naar het datasetregister. En dan zal ik nog iets vertellen over het beheer. En dan hebben we nog even tijd voor vragen.
Nou, het datasetregister is het resultaat van de samenwerking binnen het netwerk Digitaal Erfgoed en wordt beheerd en onderhouden door het Nationaal Archief. Het datasetregister is één van de voorzieningen voor het netwerk Digitaal Erfgoed. Nou, ik zou zeggen, kijk ook op netwerkdigitaalerfgoed.nl om daar meer informatie te krijgen. Ja, Marco noemde het al natuurlijk, hè, de nationale strategie. Ik zal er zo nog even iets meer over vertellen. Nou, het beheer van het datasetregister wordt nu gedaan door het Nationaal Archief. Ik ben de aanjager daarvan, het de heer. En mijn taak binnen het Nationaal Archief is adviseur, projectleider voor Linked en Open Data. Ontwikkeling. Nou, in 2017 zijn we met NDE gestart met een werkgroep om dat datasetregister op te zetten. Samen met de KB, Beeld en Geluid en de RCE. We hebben daar toen in 2018, dus we zijn er best al een tijd mee bezig geweest, een globaal ontwerp voor gemaakt en ook een datamodel. En dat datamodel is dus later, in 2019, is dat ook getoetst om te kijken, joh, werkt dit nou goed, dat datamodel? En welke termen moeten we nou gaan gebruiken voor dat datamodel? Welke ontologieën moeten we daarvoor gebruiken? Want het is allemaal gebaseerd op linked open data. Nou, dan gebruik je ontologieën om dat te maken. Dus dat was toen ook wel een discussie over nou, de ontologie die gebruikt moet worden. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Dat is schema.org geworden. In 2020 is toen een proof of concept gebouwd en in 2021 is die proof of concept als demoversie live gegaan en is ook bij het Nationaal Archief de borging gestart. Er zijn er gesprekken gegaan met service management, met ICT, dus er zijn allerlei gesprekken gestart om te kijken hoe kunnen we dit nou goed borgen. En vanaf 1 januari 2022 ligt het beheer bij het Nationaal Archief. Dus dat is ook nog niet zo lang. Hè. Dus we zijn nu ook wel in de opstartfase met dat hele datasetregister. Daarom zit ik ook hier om dit ook te promoten. Om dit verhaal te vertellen over het datasetregister. Ik wil toch nog even terug naar de introductie. Want waar het eigenlijk om gaat, die nationale strategie heeft als doel om alle erfgoeddata die in Nederland beschikbaar is, in verschillende datasets, met elkaar te verbinden. Zodat die gebruiker een rijkere data vindt van erfgoed. Kijk, als je nu op internet gaat zoeken, dan zoek je bijvoorbeeld op Rembrandt en dan krijg je informatie van het Rijksmuseum over Rembrandt. Maar eigenlijk wil je dat allemaal gekoppeld hebben met andere informatie. Wat Sharon ook in haar laatste opmerkingen zei, dat je ook die relatie weer met Wikipedia kan leggen of met andere bronnen. Dus dan krijg je die veel rijkere informatie en je hoeft er ook veel minder voor te doen eigenlijk, omdat anderen al die informatie gemaakt hebben. Ik vind ook altijd de RKD, die heeft ontzettend veel informatie over kunstenaars. Ja, als je daarmee linkt, hoef je al die informatie zelf niet meer op te stellen en te maken. Dus dat is eigenlijk het doel van het netwerk Digitaal Erfgoed. Maar om dat te doen zijn een aantal voorzieningen nodig. Nou, en een van die voorzieningen is dus dat datasetregister. En dat datasetregister zegt eigenlijk, joh, hier, deze datasets zijn allemaal beschikbaar om mee te verbinden. Dat is het doel van het datasetregister. Nou, even kort, wat is een dataset? Een dataset is een gegevensverzameling van gegevens of data. Zoals een catalogus, een set museumobjecten of een collectie van archief of enkele nadere toegang. Dus je kan zeggen, nou, ik heb een hele collectie, dat is een dataset, maar je kan ook onderdelen uit je collectie, bijvoorbeeld een specifieke fotocollectie, kan je benoemen als dataset. Nou, en zo'n dataset, die moet dan ook een datasetbeschrijving krijgen. En dat zijn dan die metadata waar we het zo verder over gaan hebben. De doelstelling van het datasetregister, ik heb het net al even kort gezegd. Het datasetregister zorgt voor inzicht in beschikbare erfgoeddatasets voor hergebruik. Er zijn nu 40 organisaties hebben zich aangemeld bij het datasetregister. En er zijn ongeveer 711 datasets geregistreerd. Maar we willen er nog veel meer natuurlijk. We willen wel, want er zijn 1500 erfgoedinstellingen in Nederland. Dus er moet eigenlijk veel meer erfgoedinstellingen inkomen en ook veel meer datasets, zodat we een overzicht krijgen wat is er nou een erfgoeddatasets in Nederland.
Daarmee kan je ook zeggen, joh, ik wil juist met die partij bijvoorbeeld, of met die dataset, wil ik een verbinding gaan maken vanuit mijn eigen dataset. Dus als erfgoedinstelling of als ontwikkelaar van apps, van toepassingen met data, kan je hierin gaan zoeken. Het zijn ook machine leesbaar, de linked open data variant natuurlijk. En daardoor ook past het in die infrastructuur van verbonden erfgoed. En uiteindelijk is het doel ook om dat allemaal automatisch te laten doen. Ook weer met behulp van die linked data. Dat een software toepassing gewoon automatisch binnen dat datasetbeschrijving een goede dataset kan vinden. En daar ook weer mee kan connecten. Nou, waarom ik hier ook zit. Hè? Nou, erfgoedinstellingen worden aangemoedigd om hun datasets aan te bieden vanuit hun systeem. Dus zoveel mogelijk open data te maken. En deze datasets te beschrijven, nou, dan online te publiceren en de URL's van die datasetbeschrijving aan te melden bij het datasetregister. Ik ga het zo laten zien, echt live in het datasetregister. Dat datasetregister haalt de datasetbeschrijvingen op, zodat er een beeld ontstaat van beschikbare datasets. En dat doet hij dagelijks. Voorheen hadden we vaak een systeem van aggregatie. Hè? Dat werd eens in het half jaar werd een dataset, een datasetbeschrijving werd dan geaggregeerd. En dan, nou, dat bleef daar een tijdje staan, raakte verouderd. Nou, wat is dan nog wel de status daarvan? Met dit systeem wordt het gewoon dagelijks geüpdate als de URL geplaatst wordt. Want dan wordt op basis van de URL kan die datasetbeschrijving ook weer opgepakt worden. En ja, als een organisatie de datasetbeschrijving aanpast bijvoorbeeld, nou, wordt dat dagelijks gewoon geregistreerd. Zoek in het datasetregister naar datasetbeschrijvingen. Gaat via een zoekinterface of met Sparkle. Nou, even heel kort. Wat is een datasetbeschrijving? Een datasetbeschrijving bestaat gewoon uit een aantal velden, uit een aantal termen. En een aantal zijn er verplicht voor het datasetregister en een aantal niet. Die zijn meer aanbevolen. Zoals je hier ziet, nou, er moet een ID aan zo'n datasetbeschrijving gekoppeld worden. Dat is echt wel vereist. Een naam moet gekoppeld worden. Een description, nou, is aanbevolen. Het gaat erom dat je eigenlijk zoveel mogelijk zegt over je dataset in die datasetbeschrijving. Omdat met, ja, hoe meer informatie over de dataset, ja, hoe beter het vindbaar wordt. Maar om natuurlijk ook nou ja, die balans te houden tussen verplicht en aanbevolen en vrijheid, hebben we de meeste hebben we aanbevolen gedaan. Want als je alles gaat verplichten qua vel, ja, dan nou ja, zullen partijen ook niet heel snel alles in gaan vullen. Dus dan haken partijen ook af. Dus vooralsnog zijn er maar 4 velden verplicht. En dat is dan ook nog de publisher en de license, zodat je aangeeft, joh, het is open data. Dat is ook wel belangrijk. Nou, het datasetbeschrijving dient aan bepaalde eisen te voldoen. Dan kan je op GitHub kan je daar een document voor vinden. Requirements voor datasets. En 2 manieren om een datasetbeschrijving te maken. Geautomatiseerd vanuit een collectiebeheersysteem. Ik heb met Marius 2 weken terug gesproken. En die zei, nou, we zijn hiermee bezig om hier naar te kijken. Om dit mogelijk te maken binnen Adlib. En, of je kan het via handmatig doen. En dat is via een formulier op de website. Ga ik zo even laten zien. Je kan dan een datasetbeschrijving online plaatsen. Dat is handmatig in een content management systeem. Of vanuit dat collectiebeheersysteem. Of je kan het ook weer op GitHub zetten. En het toevoegen van een URL aan een datasetbeschrijving. Nou, dat kan via de API. Of je kan het handmatig doen. Nou, daar gaan we nu even naar kijken. Ik ga even stoppen met delen. Even kijken, ik ga even een ander scherm delen. Ja, datasetregister voor alle erfgoeddatasets. Ja, en ik ben ook nu te horen. Ja, ja. Ik ben net even niet inderdaad. Okay.
Nou, hier is het, de website van het datasetregister. Ik hoop dat iemand er al naar gekeken heeft. Hè. Nou, hier kan je eigenlijk zeggen, joh, ik ga handmatig een datasetbeschrijving erop zetten. En dan scroll ik even naar beneden. En dan zeg je hier, nou, ik ga een aantal verplichte velden invoeren. Nou, dat is de ID hè, die ik net al noemde, de naam van de dataset, de licentie en de verstrekker, de organisatie. En dan heb je ook nog een aantal aanbevolen velden, dat zijn er eigenlijk veel meer. De beschrijving van de inhoud, de taal van de dataset die in de dataset gebruikt wordt, de creatiedatum, publicatiedatum, wijzigingsdatum kan ook nog relevant zijn, de versies, nou, de eigenaar van, de contactnaam van de eigenaar, de verstrekker, maar ook bijvoorbeeld een genre kan je toevoegen, nou, de bronvermelding. Nou ja, verschillende informatie kan je allemaal toevoegen. En hoe meer, hoe beter. Wat ook, hier, wat ook belangrijk is hier, is de distributie. Dus de vorm van de dataset. Bied je een CSV aan, of bijvoorbeeld een XML. Of zeg, joh, kijk naar het Sparkle Endpoint. Daar heb ik ook mijn informatie, mijn dataset. Dus dat is wat je hier aan kan geven. Want ja, partijen bieden vaak verschillende varianten aan van hun dataset. Zoals ik bij het Nationaal Archief, we hebben nu een CSV of XML van een dataset. Dus dat kan je dan aangeven. En uiteindelijk heb je dan nog een resultaat, dat kan ik hier nu laten zien. En dat is dan de URL en die kan je plaatsen dadelijk in de, in de validatie, waarin eigenlijk gekeken wordt veel, als ik nou de URL hier invoer in dat datasetregister, krijg ik als datasetregister dan de goede informatie binnen. Nou, dan gaat hij valideren en dan checkt hij eigenlijk veel, oké, dit is goed en dan kan je hem ook aanmelden. Dat doe je dan weer in een ander veld, dan kan je hier URL weer aanmelden en dan zeg je nou oké, datasetbeschrijving aanmelden. Nou, een aantal partijen hebben dat dus al gedaan. Hier zie je eigenlijk het zoekvenster. Doorzoek alle datasetbeschrijvingen. Nou, je kan op zoekwoord kan je zoeken. Je kan ook nog verschillende formaten kan je zoeken. En hier zie je organisaties die al een datasetbeschrijving hier geplaatst hebben. Nou, laten we even kijken. Drentse Archief. Zoek dataset. Nou, hier zie je dus heel veel genealogische data. Als je daar op klikt, dan zie je eigenlijk, nou, zie je die URI, die verplichte identifier, de titel, de license. En hier zie je ook verschillende distributies. Nou, dit is een XML. Nou, dat is eigenlijk vooral wat ze doen. Hè. Dus het is allemaal, dit is dan nog geen, die datasets zijn nog geen linked data. Maar je hebt ook partijen die bieden wel bijvoorbeeld al linked data datasets aan. Het zou kunnen dat dat de RKD Artist. Nou, hier zie je dus ook de RKD Artist database, de URI, de identifier, de titel, de description. Die hebben ze dus wel aangegeven, de license. En hier zie je dus ook het JSON-LD variant. Maar ook bijvoorbeeld een XML variant, of RDF XML variant, Turtle, dat zijn verschillende versies van linked data die ze dan aanbieden, en N-triples. Dus dat is allemaal wat hier aangegeven wordt op die website. Nou, hier staan er ongeveer nu, nou wat ik al zei, 40, 35 organisaties in. Dus ik zou zeggen, joh, kijk ook op het datasetregister op de website. Daar staan ook veelgestelde vragen voor datasetbeheerders bij erfgoedinstellingen. Nou, allerlei vragen van wat is een dataset, wat is een datasetbeschrijving, waarom is een datasetbeschrijving belangrijk. Dus allerlei informatie, ook over voor erfgoedinstellingen. Nou ja, hier staat ook, een datasetregister stelt geen datasets ter beschikking, maar een datasetbeschrijving. En uiteindelijk ga je via die datasetbeschrijving naar de dataset zelf. Dat is het principe. Dus hier kan je nog veel meer informatie vinden. Ik ga weer even terug. Even delen stoppen.
Ik ga nog even terug naar mijn andere presentatie. Horen jullie mij? Ja. Oké. Okay. Dit was de presentatie. Wat ik nog wilde zeggen is, het beheer. Het ligt bij het Nationaal Archief. We zijn hier nu 3 maanden mee bezig. We hebben daar 3 mensen op zitten. Een functioneel beheerder, niet fulltime. Een aanjager, dat ben ik dan. En een communicatieadviseur, omdat we toch wel veel het dataset-register onder de aandacht willen brengen. We gaan ook persoonlijk organisaties benaderen, omdat we denken dat dat beter werkt om partijen over te halen. We zijn ook heel erg in gesprek natuurlijk met alle leveranciers van collectiebeheersystemen, want daar willen we het eigenlijk geregeld hebben, dat die collectiebeheersystemen die connectie maken of het mogelijk maken om zo'n datasetbeschrijving te maken en te publiceren, zodat dat opgepakt wordt door het datasetregister. Dat je eigenlijk dat je niet allemaal handmatig verschillende datasetten aan moet maken, want dat wordt dan wel lastig. Dus je wilt allemaal redelijk geautomatiseerd binnen je eigen collectiebeheersysteem hebben. De techniek van het datasetregister staat niet bij het Nationaal Archief. Dat wordt door het netwerk Digitaal Erfgoed wordt dat centraal belegd bij een andere partij. Waarschijnlijk wordt het Claria. En we hebben ook een gebruikersgroep. Maar er zitten ook de partijen in die ik in het begin noemde, die ook bij de ontwikkeling betrokken zijn geweest. Maar als we nu meer gebruikers hebben van het datasetregister, willen we ook echt met daadwerkelijke, bijvoorbeeld Utrechtse Archief of andere partijen, ISG heeft net informatie aangeleverd, willen we ook in gesprek om te kijken, hoe werkt het nou? Wat vinden we ervan? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En als iemand echt geïnteresseerd is in de techniek, dan kan hij ook op GitHub alle informatie vinden. Het is ook allemaal open source. Dus je zou ook zelf nog een datasetregister kunnen bouwen met de code die er staat. En vragen kunnen gesteld worden via info@nationaalarchief.nl. En dan is het nu tijd voor vragen. Ja, dankjewel. Mooi verhaal. Marco Streefkerk vraagt, hoe is de operabiliteit van het NDE-dataregister met data.overheid.nl? Die is er niet op dit moment. Nee. Dat is een heel kort antwoord, maar duidelijk. Joanne vraagt, wat kan ik als collectiebeheerder met een datasetbeschrijving van een andere instelling? Of wat kan een andere instelling met onze datasetbeschrijving? Sorry, ik hoorde het heel slecht. Opnieuw. De vraag is, wat kan ik als collectiebeheerder met een datasetbeschrijving van een andere instelling? Of wat kan een andere instelling met onze datasetbeschrijving? Nou, het geeft inzicht in de data die een andere instelling heeft. Of jij geeft inzicht in jouw informatie die jij hebt aan een andere instelling. Met behulp van die datasetbeschrijving. Dan kan je zeggen, ik vind dat een interessante dataset daar wil ik mee verbinden, daar wil ik een connectie mee maken, zodat ik mijn informatie kan verrijken, mijn eigen informatie. Dus dat is eigenlijk het doel van die datasetbeschrijving. Je geeft hoogover, geef je eigenlijk aan wat erin zit. En daarmee kan je dus ook weer kijken van, oké, ik ga dus verder kijken naar die dataset zelf, om te kijken van, zit daar interessante data in waarmee je kan linken? Want dat is ook de gedachte, hè? Het linken vooral. Want daar is dat datasetregister ook voor opgezet. Vooral dat verbonden erfgoed mogelijk te maken. Want als je niet weet of er ergens een dataset is, dan kan je ook nooit linken. Dan kan je ook nooit verbinden. Dus dit is eigenlijk een heel centraal, cruciaal systeem binnen dat hele netwerk. Met behulp van die datasetbeschrijvingen te kunnen linken. Ja. Oké, dankjewel. Ik geloof dat dit de vragen waren. Dan geef ik nu het woord aan Wouter en Roel, die klaar zitten in het stedelijk. Als het goed is, heb je nu de controle, Wouter. Voor zover je die nog niet had. Ik geloof dat je geluid uitstaat, maar...
Je microfoon staat nog uit. Nu niet meer. Maar we horen je niet. En nu? En ja. Nu? Ja, daar ben je. Is er geluid? Daar zijn jullie, ja. Oké, sorry. Jullie kunnen ons horen en ons zien? Ja. Oké. Mooi zo. Goedemorgen allemaal. Ik en Roel van het Stedelijk Museum gaan wat vertellen over het barcoderen en digitaliseren van de collectie. Roel, waar staan wij nu? Hi, ik ben Roel. Welkom bij het Stedelijk Museum. We staan nu in het depot en wel in het depot van de affiches. We hebben het afgelopen jaar de kans gekregen om onze collectie affiches... Kunnen we de dia's alvast draaien? Ja. Onze collectie affiches opnieuw te verpakken en te digitaliseren. En bovendien daar ook nog een barcode aan te koppelen. Voor hebben we al... Ja, komt zo beeld, vertel me. Hier. Okay. PowerPoint is in beeld, hè? Ja. Oké, dankjewel. We hadden... Even de volgende dia. We hadden onze... affiches. En onze collectieaffiches, ongeveer 18.000 affiches. En die zijn in de jaren 70 op een hangende methode weggezet. Dat is een methode die destijds handig was. Deels waren ze in Melinex hoezen gestoken, deels hingen ze aan hangstroken. Je kan het op de dia wel zien. Het was een methode die zeg maar zijn weergaf hoe op analoge manier de collectie was weggeschreven, zonder adlib. Dus als een conservator de collectie wilde raadplegen, dan werd er fysiek door de collectie heen gebladerd. Vandaar dat ze dus allemaal individueel zichtbaar weggelegd waren. Bovendien waren ze op categorie weggehangen, wat handig is voor de doorzoekbaarheid, maar minder efficiënt wat betreft de ruimte. Omdat wij ruimte zoeken, hebben wij bij de gemeente, de eigenaar van de collectie, subsidie kunnen lospeuteren om een andere wijze van opslag te gaan maken. We zijn overgestapt om de affiches nu liggend weg te bergen. Daarvoor hebben we hulp ingeroepen van een externe partij, de firma Hoogduin. Die heeft voor ons dat project uitgevoerd. Alle affiches, ze hebben een eigen zuurvrije omslag gekregen en zijn per 10 stuks in mappen geplaatst. Achter ons zie je overigens het resultaat daarvan. De mappen liggen hier nu plat in de stellingen. Nou, en tegelijkertijd was Axial Move eigenlijk stond al in de startblokken. We hebben een conversie gedaan van de applicatie naar 452 al een paar jaar geleden. En we waren eigenlijk op zoek naar een pilot, want we wilden Move in gebruik gaan nemen, maar het liefst in een pilot en niet in productie. Dus dat kwam eigenlijk samen. Dachten we van, hey, kunnen we dan niet gewoon het affiche-project combineren met de pilot van Move? Dat hebben we gedaan. Nou is 18.000 werken wel een heel erg groot pilot, moet ik zeggen. Maar het kwam zo uit. Ja. Dus dan hebben we dat gedaan. Al heel vroeg stadium hebben we ook bij de conversie naar 452 gekozen voor een tactische aanpassing van het barcode, bij de introductie van het barcodeveld. Bij heel veel nieuwe dingen moet je nadenken in adlib en het barcodeveld ook. Dus het is een 9-nummerig veld geworden, betekenisloze inhoud gekregen. Ben jij geloof ik weer aan de beurt? Ja, oké. We hadden dus, voordat we van start gingen, hebben we eerst vanuit adlib een monster-export gedaan van al die 18.000 affiches in een soort van moeder Excel. En dat was de basis, zowel voor onze logistiek als ook voor het inschatten van de ruimte die we moesten ombouwen in de depots, als ook voor het transport van onze affiches later. We zijn
Met die gegevens hebben we vier formaatcategorieën gedefinieerd. En per formaatcategorie zijn er op maat hoezen en omslagen gemaakt. Firma VK en Janssen Wijsmuller hebben ons de materialen geleverd. En we hebben aanvankelijk zou Hoogduin, de firma die ons daarbij heeft geholpen, die zijn gehuisvest in Delft en zouden aanvankelijk de collectie transporteren naar Delft. Maar dat gaf veel logistieke problemen en ook risico voor de collectie. Daarom hebben we besloten om het in-huis uit te voeren. Dus we hebben de twee medewerkers van Hoogduin hier in onze studiezaal een jaar, nee, 9 maanden lang, 4 dagen in de week aan het werk gehad. Hier in de foto's zie je dus ook intern waar ze bezig zijn. Je ziet hier aan de linkerkant de hoezen, de nieuwe dozen. En op de achtergrond zie je een affichekar met nog de oude situatie. Alles gemaskerd, want we doen volop in coronatijd ook nog. En voor en links helemaal zie je de stickers liggen die uit Adlib worden gegenereerd. Ja, heel goed. Nou ja, het moest natuurlijk, lagen een aantal echt wel definitieve keuzes voor ons, met name op het gebied van de barcodering. Omdat eigenlijk op een laat stadium werd besloten om barcodering ook aan te haken op dit toch wel vrij omvangrijke project, moest er in echt een mega korte tijd allerlei beslissingen worden genomen op het gebied van, wat Bouke al zei, de barcode zelf. Er zijn enorm veel verschillende formats. Misschien kun jij er nog wat meer over. Ja, trouwens, fotootje wat je hier ziet, een heel klein team dus eigenlijk die het gedaan heeft. Ja. Je denkt misschien, er zitten er 25 man te werken. Met dit hele team zijn die 18.000 affiches gebarcodeerd en in hoezen gestopt. Ja. Enorm veel werk geweest. Ja, de methodiek rond koepel- en deelrecords, waar we trouwens op een ander moment en een andere Adlib gebruikersdag zeker nog op willen inzoomen, hebben een hele methodiek voor bedacht. Je denkt, affiches, daar heb je toch geen deelrecords bij? Ja, daar heb je ook deelrecords bij. Er zijn affiches die uit meer delen bestaan. Moet allemaal vast worden gesteld. We hebben talloze aanpassingen in Adlib zelf moeten doen natuurlijk om dit mogelijk te maken. En wat we al zeiden, de methodiek rond barcodes en ook de keuze van de barcodes moest worden moest worden gedaan. Hier zie je op de foto, en hoe gaat het ook vertellen, de aanpassing in het depot zelf. Behalve dat we dus de affiches opnieuw hebben moeten verpakken, betekent natuurlijk ook dat we de aanpassing moesten doen aan onze stellingen. Bruinzeel heeft ons daarbij ondersteund. Ze zijn op een gegeven moment gekomen om de stellingen helemaal om te bouwen naar van een verticale oorspronkelijke situatie naar een horizontale situatie nu. Dat was nogal een logistieke puzzel, omdat je kan je voorstellen, ons depot is al redelijk vol om dan en de oude situatie en de nieuwe situatie nog parallel te hebben, plus een half depot wat op de schop gaat. Dat heeft nogal wat hoofdbrekers gekost, maar we hebben gelukkig. Dit zijn de legborden die je nu in beeld ziet. Ja, precies. Hoeveel zijn dat er? Nou, we hebben 500 nieuwe standplaatsen moeten maken voor de mappen van affiches. Dus ik vermoed dat het per plank zijn het zo ongeveer 2 legborden. Dus ik denk dat het wat er binnenkwam zo'n 1000 legborden zijn geweest. Nou, kijk eens zo. En wat mensen een beetje vergeten bij zo'n project, hier zie je trouwens nog wat meer van het nieuwe depot. Het ja, dit is, dat is wel leuk om er nog even bij te zetten. Dat geeft hier wel een goede indruk. Door die aanpassing in de manier van opslag te doen, hebben we enorm veel ruimtewinst kunnen creëren. En dat is in onze situatie broodnodig. Dus je ziet al wel enorme gaten zijn er gevallen, die inmiddels alweer zijn opgevuld met Roel, kan je iets vertellen over wat je nu ziet? Oh ja, we hadden natuurlijk, we waren ingeslingerd, we hadden onze hele interne logistiek hadden we afgestemd op de mappen, op de hoezen verticaal hangend. Maar nu met de nieuwe met de mappen moesten we natuurlijk weer andere transportunits creëren. We hebben gelukkig hier in huis een heel team van behoudstechniek die van allerlei mooie kisten voor ons kunt timmeren. Maar die hebben we gevraagd om een flink aantal transportunits voor ons te fabriceren. En die hebben uitstekend dienst gedaan. Die
voor zowel intern transport als later ook in een aansluitende project zijn alle affiches ook nog eens gedigitaliseerd bij Picturay. En zijn deze transportunits ook voor transport gebruikt. Want je ziet dus hier aan de linkerkant in beeld op die mappen, heette dit, hè? Dus de nieuwe barcodes die geprint zijn op een heel smal strookje via Dymo printers. Wat mensen vaak vergeten bij zo'n proces is ze denken, nou ja, die verbouwing van zo'n depot, dat snappen we allemaal wel. Maar voor het hele aansturen van al die mensen die dat werk moeten doen, moet je een soort van werklijstprocedures maken. Welke dingen zijn gedaan, welke dingen zijn niet gedaan. Ze lopen misschien per stuk tegen affiches op die beschadigd zijn of wat iets mee moet gebeuren. Al die dingen moeten worden gelogd en bijgehouden. Ja. Dus het is essentieel bij zo'n project dat je een soort van werklijstmethodieken moet ontwikkelen. Heel erg afhankelijk van welk proces je hanteert. Ja. Wat afgevinkt moet worden, dat je ook weet, dit moet nog gebeuren. Oh, hier is wat mee aan de hand. We hadden één medewerker die fulltime bezig was met aansturing en troubleshooting. En daarnaast werden we natuurlijk ondersteund door collectieregistratie die gedurende het project kom je natuurlijk, dat is evident, kom je dingen tegen die of niet voldoende zijn geregistreerd of niet helemaal, of überhaupt niet zijn geregistreerd. Al dat soort mishaps kwamen natuurlijk boven water en daar hebben we erg veel aan gehad om daar collectieregistratie te Deze foto's zie je nog meer van die hoesen, geloof Dit ik. Dit is hoe de hoesen zijn binnengekomen. Ze zijn ongevouwen binnengekomen, dus dat gaf ook nog een extra klus om vooruitlopend op het project te zorgen dat er altijd voldoende mappen beschikbaar waren. Maar dat is prima gegaan. Ook, hier kun je ook weer voorstellen dat, hier zie je trouwens de vellen, de omslagen die waar elk individueel affiche eerst in gevat wordt en dan met 10 tezamen worden ze in een map geplaatst. Nou ja, en verder natuurlijk, omdat natuurlijk Move werd ingezet hierbij, moesten we ook de iPads, we hebben iPads met sleeves aangeschaft. Volgens mij zien we nog een foto van. Hier zie je een foto van de gegenereerde barcodes, waarin we dus, wat je al ziet, onderin bij de onderliggende barcode staat het nummer, een totaal nietszeggend nummer. Ja. Bovenin staat nog wel het objectnummer als visuele identificatie, maar wordt niet uitgedrukt in het barcodenummer. En dit plaatje zie je aan de linkerkant het nummer van de map. Van de map. En rechts zie je het nummer van de object barcode. Omdat rechts bij het object hebben we gebruik gemaakt van de zuurvrije labels van Janssen Wijsmuller. Links buiten aan de buitenkant van de mappen hebben we een wat meer, meer robuuste en label gebruikt die gewoon uit de Dymo printer komt. En dat werkt heel vlot. Dat is, Nou, en natuurlijk moesten dus, wat ik net al zei, al die iPods aangeschaft worden, die sleeves aangeschaft worden, geconfigureerd worden. Moest allemaal gaan draaien. Heel belangrijk is ook dat natuurlijk de wifi op alle plekken in het depot functioneert. Daar hadden we nog geluk bij dat ICT een losse subsidie had gekregen. En dus alles net op tijd, alles nog tijd klaar kon krijgen, want je wil niet hebben dat je in depot werkt en dat de wifi niet werkt en die trackers het minder goed doen. En hier zie je trouwens in beeld een schermvoorbeeld van een van de affiches. Eigenlijk is dit dus het voorbeeld van het scherm van de tracker. Ja. En dat kun jij misschien beter vertellen als ik. Je kan dus ook nog zelf bepalen wat je, welke informatie je in beeld en welke layout. Ja, we hebben een beetje, precies. Je kan een beetje bepalen als functioneel beheerder wat de eindgebruiker op die trackerscherm toont. En dat is natuurlijk ook per organisatie net even anders. Ja. Hier zie je dus een van de affiches in zijn, moet ik het goed zeggen? In zijn omslag. Ja. En hier zie je het affiche in zijn omslag in zijn doos. Ja. In zijn map. Ja. Nou, uiteindelijk willen wij al die plaatjes, dit is trouwens een van de laatste werken en een heel leuk affiche ook, denk ik. Uiteindelijk willen we natuurlijk al die plaatjes ook in Adlib gaan importeren. Dus we zijn van plan om het via de ingester tool van Axiel te gaan doen. We slaan eigenlijk een stap over, want we hebben dus alle affiches mogen digitaliseren bij Picturay. En, voilà, Het feit dat we ze in het project daar voorafgaand allemaal hebben kunnen barcoderen plus in een individuele omslag kunnen zetten, maakte het
proces bij Picture enorm veel efficiënter en vlotter. Dat is eigenlijk in een maand of 3-4 hebben we die hele collectie kunnen digitaliseren. En dat is natuurlijk een schat aan beeldmateriaal wat we nu tot onze beschikking hebben. En Wouter, daar zijn we nu mee bezig om met de ingester. Ja, we zijn dus bezig met de ingester van Axiel om die plaatjes dadelijk om te zetten. We willen eigenlijk de TIFFs direct, de grote TIFF direct koppelen in Adlib. Maar dat voelt een beetje te ver voor nu. Ongelooflijk veel derde partijen heb je bij zo'n project eigenlijk ook nodig. Maar ook heel veel interne partijen. Het management moet natuurlijk een duit in het zakje doen, letterlijk vanwege de duiten. Collectieregistratie, collectiebeheer, fotoafdeling, functioneel beheer, ICT, behoudstechniek, papierrestauratie en registrars. Het is echt te veel om op te noemen van afdelingen die allemaal betrokken bij zo'n ding, zijn bij zo'n project. Wat in feite het barcoderen is van affiches. Ja, maar het leuke is van juist die intensieve samenwerking heeft ook heel veel spin-off opgeleverd binnen onze organisatie van de contacten met, tussen ons. Ja. We zijn enorm daardoor geïntensiveerd, maar ook hele rare, onverwachte samenwerkingsverbanden zijn ertoe door tot stand gekomen. En ook bijvoorbeeld onze samenwerking met collectieregistratie. Absoluut, zeker. Vooruit gegaan. Nou, we zijn denk ik zo wat klaar. We hebben nog wat cijfers. Hebben we nog tijd om wat cijfers te noemen, Rolf? Ja hoor, wat mij betreft wel. Okay. We lopen uit. Maar even heel in het kort nog even om een idee te schetsen. We zijn in totaal met dit project 9 maanden bezig geweest. We hebben 18.700 nog wat affiches kunnen omzetten van verticaal naar horizontale opslag. Dat heeft betekend dat we bijna 1900 verpakkingen hebben moeten vouwen in de eerste plaats, maar ook in Adlib moeten definiëren natuurlijk, als verpakking zijnde. Er zijn bovendien, je zag al die transportunits, er zijn er een stuk of 20 van gemaakt, die moesten natuurlijk ook allemaal een identificatie krijgen in Adlib. Even kijken, we hebben nog meer. Nee, je hebt al gezegd over de ruimtewinst die je hebt gemaakt is natuurlijk heel erg belangrijk. Ruimtewinst is natuurlijk een enorm. Het heeft uiteindelijk, we dachten aanvankelijk dat het 30% zou opleveren. Het is uiteindelijk 50% ruimtewinst geworden. Dus zo zie je dat de omslag van analoog registreren naar digitaal middels Adlib ook effect kan hebben in de manier waarop je je collectie wegzet. En tot slot, dankzij dit project dat goed is verlopen, hebben we meteen ook maar eventjes dus aanhalingstekens, de hele geschilderijcollectie op dezelfde manier behandeld. Niet gedigitaliseerd qua scannen van Pictorai, maar wel alles met van barcodes. Ja, en inmiddels zijn we nu doorgepakt met printen en tekeningen. Dus ja, we hebben echt de kop is eraf wat ons betreft voor het barcoderen van de collectie. En nou, dat was het denk ik. Hè? Ja. Zijn er vragen binnengekomen? Marjolein Stegen vraagt, kunnen we de affiches binnenkort op de website zien? Nou, dat denk ik deels wel. Bij ons speelt altijd rechte kwesties van de afbeeldingen. Dus we hebben een behoorlijk historische collectie inmiddels. Maar het antwoord is ja, zeker als we dus die ingester erop losgelaten hebben en alles netjes in Adlib is geïmporteerd. Oké, er was er nog één. Famke vraagt, werken jullie voor de standplaatsen met een standplaatshiërarchie? Maakt deel uit van, heeft als delen. En hoe brachten jullie de barcodes van de standplaatsen aan? Ja, we hebben inderdaad onze standplaatsen hiërarchisch structuur gegeven. Dat werkt goed. Er zijn wel wat haken en ogen aan, daar wordt aan gewerkt. Elke standplaats, dus niet verpakking, maar de standplaatsen, die hebben ook voor mensen leesbare identificatie, die zat er al op. En daaraan toegevoegd hebben we middels Dymo stickertjes de barcode, streepjes code met daaronder zichtbaar in cijfers ook het nummer, het barcode nummer. Hebben we daarbij geplakt. Ja. En we kunnen inmiddels al niet meer zonder. Het is verrassend hoe snel, dat wist ik wel, maar nu het in de praktijk ook werkt,
zijn we ontzettend blij dat we op deze efficiëntere manier onze standaardmutaties kunnen bijhouden. Er is nog een vraag die later binnen is gekomen, maar volgens mij heb je het antwoord daar deels al op gegeven. Arjanti vraagt, hoe is de proef met MOVE bevallen? Kunnen jullie daar nog iets over zeggen? Maar dat heb je net al gedaan. Ja, ja. We zijn beslist heel enthousiast. En wij niet alleen, maar alle mensen in het depot. Ja. Ze noemen het bliepen hier en niet Axial MOVE. De blieper. Ja. Het scanapparaat dat een bliepje geeft als je een scan hebt. Maar volgens mij loopt het heel erg goed. Het gaat heel erg goed. En gebruikersvriendelijk vind ik. We hebben altijd wensen en eisen. Dat moet ik er wel weer even bij zeggen. We hebben alweer fantasieën wat je nog veel meer met die tracker zou kunnen doen. En die hebben we ook al aan Axial doorgegeven. Maar op zichzelf draait het systeem wel goed, ja. Oké, dat waren de vragen. Heel leuk verhaal. Ook altijd goed om te zien hoe het in zijn werk gaat achter de schermen. Hè? Dat weten heel veel mensen. Precies. Niet, het museum is een bedrijf en dat vergeten heel veel mensen. Hartelijk dank. Ik ga het woord geven aan Marius, die inmiddels inderdaad presenter is. Marius, hey, presenter. Je bent host ook. Host. Dus je kan alles doen wat je wil. Ik wilde nog even twee dingen bij zeggen. We hopen iets te horen over de koppeling met NDE Termennetwerk. En we hopen iets te horen over jullie wederwaardigheden met de Collections Research Group. Oké, dank je. Nou, dan zal ik even. Ik krijg inderdaad de gelegenheid om even onze laatste mededeling te doen. Ik zal mijn scherm eerst even delen. Kijken of dat allemaal goed gaat. Dan hoop ik dat jullie mij zien. Spreek mijn scherm? Sorry, ik stond uit. Ja, je deelt je scherm. Ja, dit? Ja. Is het zo zichtbaar? Oh, gaat ja, Axial zien we nu en we zien nu 2024. Ja, dat gaat te snel. Nou, ik schiet er weer door mijn presentatie heen, maar ik zwijg wel over de tijd geloof. Laat ik even beginnen met een aantal punten. Ik vond het leuk om al de presentaties weer te horen. Het is erg interessant om te zien wat iedereen allemaal met de applicatie doet en de aanvullende modules. Ik vond het laatste verhaal goed om te horen dat ook bij Stedelijk Museum MOVE goed geïmplementeerd is. Aan het kader daarvan heb ik ook wel een, vinden wij een heel fijne oplevering gehad deze maand bij CCNL, het centrale depot in Amersfoort, waar meerdere musea hun collectie gezamenlijk in beheren. En daar is een aparte derivaat, noem ik het maar, van Axial Collecties gemaakt, een standplaatsbeheersysteem. En die werkt ook allemaal met Axial MOVE Tracker. En daar is nodige werk aan besteed om dat precies te maken naar de wens en de behoefte van de werkzaamheden van CCNL. En wat ik allemaal teruggekoppeld krijg is dat het een groot succes is en dat het erg goed werkt daar. Dus dat is denk ik, wij zijn daar heel blij mee dat dat op een hele goede manier nu is opgeleverd. En een ander iets wat speelt bij Axial is ook goed om even te melden, hoewel het misschien niet direct betrekking zal hebben op de deelnemers van deze call. Is dat Axial een bedrijf wat onder meer in Nederland zit, heeft overgenomen. Dat is het pakket Vubis van Infor. Vubis is een bibliotheeksysteem. En dat systeem wordt met name gebruikt in openbare bibliotheken in Nederland en vast ook nog wel een aantal andere. Maar onze public library tak heeft Vubis overgenomen en daarmee is dat bibliotheeksysteem ook onderdeel van de Axial-organisatie geworden. Dus mocht iemand dat toevallig tegenkomen of kennen in zijn omgeving, dan weten jullie dat het nu ook bij Axial behoort. Het heeft ook een aantal grote openbare bibliotheken, wordt voorzien van een systeem. Dat is onder meer de OBA in Amsterdam. En ze zijn bezig nu met de implementatie in Den Haag van de openbare bibliotheek. En er zijn vast nog heel snel meer. Maar het valt niet direct in mijn aandachtsgebied. Wat wel in mijn aandachtsgebied valt, is het volgende, de kalender. Dat was weer mijn volgende plaatje. Ik heb iets rechts. Ik weet niet of je mijn muis ziet hier, even omcirkeld. Januari 2024, stip op de horizon. Ja, maar de horizon komt nu wel dichterbij. We hebben een aantal maanden gehad al in dit jaar. Dit betekent eigenlijk dat we gelukkig zijn met heel veel van onze klanten die inmiddels gevraagd hebben, kun je ons upgraden naar Collections? Dus de werkzaamheden zijn min of meer gepland. En je ziet al dat we inderdaad met de tijd voortschrijden. En wat ik al even gekeken heb, 1 januari is op een maandag. Dat betekent dat 31 december op een zondag is, 30 december op een zaterdag is, dan werken we niet. En de week daarvoor zal ik wel aan het werk zijn, verwacht ik. Dat doe ik meestal tussen kerst en oud en nieuw. Maar de mensen die de migratie doen, zullen waarschijnlijk vrij zijn. Dat gebeurt ook meestal tussen kerst en oud en nieuw. Dus mijn vraag is wel, degene die overwegen me overstappen naar Collections,
om nu met ons het gesprek aan te gaan voor zover dat nog niet gebeurd is. Zodat we dat goed kunnen gaan plannen, want de agenda begint nu wel rap vol te lopen. En wat zijn de keuzes dan? Dat wil ik nog even herhalen, daar wil ik even op ingaan. Je kunt naar de Private Cloud, Axial Plexi Private Cloud, dat is onze flexibele oplossing. Heb je designer, heb je API, kun je gebruik maken van tal van extra modules, waaronder Move, wat net gezien is. Maar bijvoorbeeld ook Flow, waar misschien ook opties mee te bedenken vallen. Die misschien aanvullend kunnen zijn voor het managen van een proces. Dat zou goed kunnen. Daarnaast hebben we de cloud service. Dat is de keuze toch wel voor de organisaties waarbij die wel heel veel waarde hechten aan hun collectie. Maar toch erg beperkt worden in de mogelijkheden door de kosten. Daarom is de cloud service wordt dan voor een lage prijs aangeboden. En daar hebben we een gestandaardiseerde omgeving voor gemaakt. Dus de gebruikers van de cloud service kunnen in elk geval in een gestandaardiseerde professionele omgeving hun collectie beheren. En we hebben gemeente dan toch nog enige flexibiliteit te bieden door een OAI Data Harvest, die dus vaak gestandaardiseerd is, en mee te kunnen leveren op verzoek. Dat brengt enige extra kosten met zich mee. En hetzelfde geldt voor de AIS Cloud, waarbij de collectie direct op de eigen website gepubliceerd kan worden op een standaardmethode. Dus op die manier kunnen ook collecties die wat beperkter zijn in financiële slagkracht, hun eigen collectie ook online zetten op hun eigen website. En kan dat bestaan naast portals, zoals in dat eerder genoemd Europeana of Zuiderzee portal of Collectie Gelderland. Of er zijn nog veel meer portals waar gebruik gemaakt van kan worden. En uiteraard, onder bepaalde omstandigheden kun je ook collections zelf op je eigen ICT-infrastructuur zetten. Randvoorwaarden, professionele ICT-infrastructuur, dito ondersteuning. En je bent helemaal verantwoordelijk voor het eigen beheer. Het blijkt, de varianten, de locaties waar dat gebeurt, het heeft wel wat voet in de aarde, hebben we gemerkt. Ik wil nog even één ding zeggen, want degene die jullie misschien gaat begeleiden met het overgaan naar collecties, is een van onze nieuwe medewerkers, Mandy Zwaan, is onlangs met ons in dienst getreden als projectmanager. En zij gaat de rol van Danny Puntel overnemen, die in Axial een andere rol heeft gekregen. En Mandy zal in toenemende mate betrokken worden bij de wat uitgebreidere, wat complexere projecten. En zal daarmee ook aan jullie kant een eerste aanspreekpunt gaan worden. Nou, waar de projecten zijn waar Mandy op zou opkomen, dan zullen we kennis gaan maken. Als we nou inderdaad een fysieke bijeenkomst hadden gehad, dan was ze wel aanwezig geweest. Maar dat zal de volgende keer dan komen, denk ik, in juni als dat doorgaat. We hebben net gehad, Rolf, je gaf al aan dat er met een groep mensen gekeken is naar de mogelijkheden van collections. Nou, wat wij volgens mij al een aantal jaren communiceren is dat we collections voortdurend verder brengen met nieuwe functies. En dat we goed kijken naar nou, wat werkt in Adlib goed en wat kon er in Adlib beter. En wat zijn wensen zijn die in Adlib niet konden en kunnen we gaan toevoegen. Nou, hier zijn een aantal functies die in de laatste release ingevoegd zijn. Dus de release 1.12 biedt die functies. Daar zitten een aantal functies bij die Adlib niet kunnen. Die kunnen in collections dus wel. Dus degene, de gebruikers die collections hebben, krijgen deze functie tot hun beschikking. En voor sommige functies is configuratie mogelijk en nodig. En dat betekent dus dat het niet voor de cloud service ter beschikking valt. Het zijn wat uitgebreidere functies. Maar zaken als eenvoudig zoeken was een wens. Het filter vastpinnen per database, dat is ook een leuke. Dan kun je op hele selecte sets gewoon je zoekopdrachten doen en vasthouden. Is een generieke functie. En voor de organisatie die graag alles willen bijhouden en een hele journaling willen aanzetten, kunnen dus ook records, verwijderde records, weer teruggezet gaan worden. En dat betekent natuurlijk wel een vergroting van je database, omdat er veel meer data vastgehouden wordt. Maar we zijn niet alleen bezig met collections. De suggesties, de aantal gebruikers die bij ons op kantoor zijn geweest en ze even goed gekeken hebben naar collections en de applicatie 5.0... hadden een aantal ideeën van en trof een aantal zaken aan waarvan men zegt, ja, dat vonden we in Adlib eigenlijk heel prettig, maar dat zien we niet op zo'n manier terugkomen in collections. En daarnaast waren een aantal suggesties die in Adlib wellicht ook niet op al helemaal één op één werden gebruikt, maar dat ook collections beter zou kunnen. Dus dat hebben we inderdaad met elkaar uitgebreid besproken. We hebben daar ook een mooi overzicht van ontvangen en met deze gebruikers hebben we ook afgesproken dat we daar intern naar gaan kijken. En dat gaat mee, net als al onze requests die in feite in AH komen. Dat is onze online portal waar verzoeken en wensen kunnen worden ingediend, zodat onze productboard ernaar kijkt en daarmee onze ontwikkelteams daarmee verder aan de slag gaan.
Dat zal ook met deze lijst gebeuren. We zullen daar met een groep van mensen naar kijken intern. En dat wordt ook dan internationaal natuurlijk besproken om te kijken wat zijn nou dan de stappen die we daarop zouden kunnen gaan nemen. En die terugkoppeling die zal ook met deze meeste personen die dit toch foto's op eigen titel hebben gedaan, ook worden gedeeld. En daar zal iedereen van profiteren. Dus als daar dingen uit voortkomen die nuttig zijn en die we dus gaan implementeren, dan profiteert iedereen daarvan. En het feit van het profiteren van nieuwe dingen, dat is ook een van de andere zaken die hier onderaan staan. En dat refereerde Rolf net ook al even aan, is linked open data. Hebben we het eerder ook al over gehad? Wat doet Axial met linked open data? Dat zijn natuurlijk vragen die we wat vaker krijgen. Langzaam maar zeker nu ook vanuit jullie. Daarvoor was het vooral vanuit NDA die de vragen stelde. Maar het is goed om te horen dat er nu toch wel heel druk gekeken wordt en dat er behoefte is aan ondersteuning vanuit de applicatie. Nou, dat bieden we ook. En we bieden dat onder meer bijvoorbeeld met de koppeling met het NDA Termennetwerk. Dat is een project die we met de Anne Frank Stichting van start hebben laten gaan. We zijn nog niet helemaal daarmee klaar, dus er zal nog wat gefine-tuned moeten worden, maar primaire basis werkt. En dat heb ik al gezegd inderdaad. Wat is dat termennetwerk? Dat is een ondersteuning. We willen ondersteuning bieden van externe bronnen. En het termennetwerk is daar één van. En dat is ook Getty AT zit ook in het termennetwerk. Maar omdat wij het product collecties ook internationaal leveren, zullen daar ook andere externe bronnen aangekoppeld gaan worden op termijn. We hebben vragen vanuit Duitsland en er zijn ongetwijfeld ook andere bronnen die internationaal beschikbaar zijn. Waarvan klanten die wereldwijd natuurlijk werken met Axial Collectors ook gebruik van zouden willen maken. En die PID's kunnen dus worden opgehaald en die kunnen dan in je collectie worden gezet. En de PID's van je eigen data kunnen ook bijgehouden worden in Axial Collections applicatie 5.0. Beschikt over mogelijkheden in de velden om die PID's op te slaan. En daar zit ook een structuur bij, waarbij je met een selectie van een aantal records deze kunt aanmelden bij een opslagmedium, surfsarahandle.net, die het voor de lange termijn dan opslaat. En je kunt dan die PID's beheren en aanmaken in Axial Collections applicatie 5.0. Termennetwerk, daar wil ik nog even op inzoomen. Ik wil het zo meteen ook even laten zien. Ik hoop dat het allemaal even zo meteen gaat werken. Live is altijd wat spannend. Dat merkt ook net mee bij Shannon. Maar dat is, gaan we even doen. Wat we hier zien is dat we dus ook een verschillende data ophalen bij als we een term ophalen. We halen niet alleen de term op. We halen ook de scope note op. En we halen nog meer informatie op als dat beschikbaar is. Goed om te weten is dat we verschillende termen van termennetwerk kunnen koppelen aan verschillende velden. Dat is dus configureerbaar bij een oplevering. Kunnen jullie aangeven aan welk term of welke verschillende bronnen zou je willen koppelen aan een specifiek veld? Dat is configuratie en dat moet dus worden gedaan. Nou, zoals altijd, de tools om zelf dan heb je in huis. Wil je dat wij doen, dan pakken we dat mee in de werkzaamheden. Ik ga even proberen het even te laten zien. Dan kun je even zien hoe het eruit ziet. Kijk eens. Ik hoop dat jullie nu mijn collections zien. Ik ga er maar vanuit. Ja, klopt. Mooi, fijn om even dat bevestigd te krijgen. Rolf, kijk je wel. Kun je inloggen. Dan pak ik even. Het is een demo-omgeving. Dus ik pak even de uitgebreide variant. Even iets wat ik er even terug wilde komen voordat ik van start ga, is een aardige applicatie 5.0. Dielke, jij had het over, in het begin, ik weet niet of je nog in de call zit, dat het prettig zou zijn als de bibliotheekcatalogus ook een relatie zou hebben met andere data sources, zoals bijvoorbeeld standplaatsen of conserveringen wellicht. Volgens mij had je het over bruiklenen en tentoonstellingen. Applicatie 5.0 is dat dus zo. De applicatie, de bibliotheek is verplaatst naar de bovenliggende laag, naar collect. En daarmee zijn ook de koppelingen beschikbaar. Dan maak ik even een nieuw record aan. Ik had het net snel laten zien. Een nieuw object record. We hebben nu een paar, twee of drie dingen voor geconfigureerd. Maar goed, dat kan dus op velden zijn van keuze. Een veld waar we het voor geconfigureerd is hierbij objectnaam. Als ik objectnaam open, dan is dit het scherm. Eigen thesaurus. Maar je mag ook kiezen. We hebben hier eens aangezet de AT. Dan staat het op mij staat. Het kan ook termennetwerk zijn, kan ook onderdelen. Het kunnen ook andere bronnen zijn van NIOT of de cultuurthesaurus. Die zit dan op een termennetwerk, dus die kunnen op deze manier ook ontsluiten. Nou, als ik deze wil doen en ik zoek op een term, dan moet ik iets gaan vinden. Ik heb even de sleutel bedacht.
Dan zie ik verschillende termen. En dat was volgens mij ook een opmerking die ik al eerder hoorde. Een moeilijke term, homoniemen, vond het moeilijk woord. Maar je hebt inderdaad meerdere sleutels. En daarom zit de scope note er ook bij. Dan zou je kunnen kijken, wat is nou die omschrijving? En kun je kiezen wat voor jou de prettigste omschrijving is. En je selecteert dan de sleutel. Nou, deze dan bij wijze van spreken. Dan. En die selecteer ik. En dan zit hij hier nu in. Dat kan niet alleen bij objectnamen. Ik heb die ook aanstaan bijvoorbeeld bij vervaardig. Dat is ook wel even aardig om te laten zien. Weer de eigen thesaurus. En hier heb ik al gezien al dat hier twee bronnen zijn ontsloten. Als ik dus deze zou selecteren, dan kies ik op RKD Arts en Muziekweb. Maar ik kan ook op Wikidata zoeken, dat zou willen. Hier staan al meerdere bronnen aan. Nou, als ik deze twee zou doen en ik zoek op, dan heb ik toevallig laatst geprobeerd. Toen werkte het niet aan vloeiend, dus ik wil nu even laten zien hoe het wel vloeiend werkt. Op Karel Appel. Met Vier hier Vermeer, want ik had geen enter moeten doen. Dus dat is maar even het inwerken. Kijk, dan vind ik twee namen. En het aardige is dat je hier dan kunt zien met de URI. De ene komt van artist en de andere komt van muzieknep. Ik weet niet waarom die muzieknep zat. Misschien is er wel een muzikant die zich Karel Appel noemt. Ik heb geen idee, maar hij komt uit daar vandaan. Maar ik wil deze hebben. Die selecteer ik. En dan zit hij erin. En als ik nou opsla, dan zijn ze toegevoegd aan mijn thesaurus. Ze worden dus overgenomen en toegevoegd aan de thesaurus. En als ik nou ga zoeken in de thesaurus. Dus persoonlijk komt natuurlijk in personen en instellingen. Maar de term, de box, dat sleutel dat ik niet vergis. Heb ik hier een term, een objectnaam. Heb ik hier een omschrijving. Bijzonderheden. En dan heb ik hier de URI-velden. Dit komt dus allemaal automatisch mee nu uit het termennetwerk. Dus deze functionaliteit die gaan we nu ook aanbieden. Dus dat betekent dat de gebruikers van collections die deze functionaliteit ook kunnen krijgen. Het is nogmaals voor collections, hè, niet voor aflid, wat daar even heel duidelijk in zijn. Ook kunnen gaan koppelen aan het termennetwerk. En dat is misschien een mooie tweede stap op het moment dat je terminologie hebt opgeschoond. Nou, ik zag een hele mooie presentatie daarvan van Shannon. Dan zou een volgende stap kunnen zijn voor nieuwe termen of andere nieuwe termen toegevoegd worden, dat je met het termennetwerk bijvoorbeeld verder gaat werken. Zit een presentatie, oké. Okay. Nou, dat was even kort laten zien. De eigen PID's, dat is volgens mij ook al een keer eerder ter sprake gekomen. Axial Collections 5.0 applicatie kun je eigen PID's in gaan beheren. Maar niet alleen voor je objecten, dat gaat veel breder. Dat gaat ook voor thesaurus, dat gaat ook voor je persoonlijke instelling gebruiken en tentoonstelling. Daarmee kun je dus in feite al je data waarvan je dat wil, kun je dus gaan als met een PID beschikbaar gaan stellen voor de buitenwereld. Zodat de buitenwereld er wat mee kan gaan doen. Nou, wat wij daar nu aan ondersteunen is dat wij in ieder geval ervoor zorgen dat je PID's kunt opslaan in je applicatie. In combinatie met een publieke URL, anders kan de buitenwereld er nog niks mee. Die data wordt aangeleverd aan Handle.net Surfsara, waar overigens elke gebruiker een eigen afspraak mee moet maken. Dat kost geld. Jaarlijks zijn er beperkte kosten aan verbonden. En dan op een gegeven moment kun je verder met die data en kun je het beschikbaar gaan stellen. Nou, deze functionaliteit, dus het genereren van je UID is natuurlijk een standaard, maar ook het maken van je permanent URI met de handle.net key die we aangeleverd moeten krijgen, is onderdeel van de implementatie. Dan kunnen deze eraan gekoppeld worden en de URL's eraan gekoppeld kunnen worden. En op het moment dat dat klaar is, kun je hem zelfstandig aanmelden bij Surfsara handle.net. En vervolgens, als er dus op wat voor reden ook de hele URL verandert, op een nieuwe website komt, gebeurt iets, ik weet het niet, dan kan het ook hier aangepast worden en kan er gewoon opnieuw worden aangemeld bij Surfsara en wordt dat verbonden. Dus op die manier blijf je up-to-date. En dat zijn de zaken die nu beschikbaar zijn. Wat hebben we daarover nodig? Daar ben ik net al even op ingegaan. Deze zaken zijn uniek. Dus van tevoren als project starten willen wij graag de handle prefix van jullie ontvangen. En dat moet dus opgestart worden bij handle.net. En dan kunnen wij vervolgens het rest invullen daarvoor. En dan komen we op het volgende, wat we dan nog niet hebben, is het verhaal van Ed. Ed gaf al aan dat het datasetregister ook graag gevuld willen worden. Wij zien daar nut en noodzaak ook zeker van. Dus inderdaad, dat zijn we ook van plan. Dat is een functie die we nu nog niet beschikbaar hebben. Daar gaan we mee verder.
Dus ook Axial Collections zal in staat zijn ook het datasetregister te ondersteunen. En wat ik al net in het begin van het verhaal zei, het link data, dat was de afgelopen jaren toch nog wel erg vanuit Nederland, kwam dat ons ter oren. Wij hoorden eigenlijk daar heel weinig van over in het buitenland. Amerika, Australië, Engeland, Scandinavië. Eigenlijk was dat, raakte mij maar zeer beperkt maar in gesprek met ons erover. Dat begint nu wel wat te veranderen. Het lijkt alsof Nederland toch wat voorloopt op de rest van de wereld. We worden nu ook wel uitgedaagd door de Library of Congress bijvoorbeeld. Die daar toch ook wel meer met linked open data wil. Voor jullie beeld, Library of Congress maakt gebruik van ons archiefsysteem voor films. Dus het is een gigantisch filmarchief wat in collections draait. Het is dezelfde collections interface die misschien wat getweet links-rechts, maar die jullie dan ook hebben. We worden ook verder bevraagd door het Nationale Archief van Nieuw-Zeeland, die ook volledig op Axial Collections draait en dit soort functionaliteiten gebruikt. En wat hieronder staat, iets dichter bij de buurt, in de buurt, is dat ook de gemeenzame Normdatei, GND, uit Duitsland, dat een gemeenschappelijke bron is uit Duitsland, die wensen ook graag met via Collections gesloten kunnen worden, zodat onze Duitse klanten toegang krijgen tot hun validatietermen. En als laatste zullen we ook te maken gaan krijgen met het feit dat er meerdere landen meerdere PID-providers zijn. Nou, dat is voor hier natuurlijk minder spannend, want we zitten in Nederland met handel.net, Surfsara. Maar in Duitsland zullen ongetwijfeld andere providers zijn. Om Frankrijk maar te zwijgen, die zal ongetwijfeld ook zijn eigen providers hebben. Dus wij zullen ook die services verder gaan koppelen. Nou, dat is misschien wat meer internationaal, minder specifiek voor Nederland. Maar ik denk wel dat dat de boodschap geeft dat linked open data helemaal geadopteerd wordt door Axial Collections. En dat wij zien en dat wij ook onze rol vinden hebben in het ondersteunen van al onze klanten wereldwijd met het maximale gebruik van linked open data. Dus wat ik net liet zien, we zijn er nog niet, er gaat nog veel meer komen, maar de basale zaken zijn er al wel mee aan de slag te kunnen. Dat was even kort, hoop ik, een stand van zaken over waar we zijn met linked open data. Of met linked data. Kom weer even terug op die kalender. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We hoeven niet morgen van start, hè? Maar het is maar goed als alles in de stijgen staat. En dat we vast alles op een rijtje hebben, zodat we misschien wel op 1 januari 2023 van start kunnen. Of 1 februari 2023. Ik zou het erg vervelend vinden als alles op het laatste moment aankomt, want dan loopt het vast. Dus dat lijkt mij niet handig. Dus degene onder jullie die zeggen van ja, we zijn nog te overwegen, dus laten we in ieder geval de gesprekken starten. Ik denk dat dat hele goede is, dat verplicht tot niks. En vervolgens krijg je denk ik het snelste een beeld van waar je staat en wat het dan met zich meebrengt. Dat kan natuurlijk niet, dat hoeft niet alleen met mij of met mijn collega Rob. We zijn natuurlijk best sales zo te bereiken of rechtstreeks. Maar we nodigen jullie ook uit om aanwezig te zijn bij de European User Conference, die we houden op 15 en 16 juni in Manchester. Het mag weer fysiek, dus dat is heel fijn. We hopen dat er ook toch diverse van jullie een gelegenheid zullen zijn om daar aanwezig te zijn. Het is zeer interessant. Een deel van de User Conference zal overigens ook online beschikbaar zijn of komen. Ik weet niet helemaal of het allemaal live wordt uitgezonden, maar het wordt op zijn minst opgenomen en komt dan wel via onze blogs beschikbaar op onze website. Maar de aanwezigheid in persoon heeft denk ik als meerwaarde dat je toch een gelegenheid bent ook wat andere mensen dan Nederlanders aan te spreken, die je misschien normaal gesproken in treft. Er lopen natuurlijk allerlei mensen rond van Axial, ALM, die bezig zijn met Axial Collections als ontwikkelaars, als implementators, noem het maar op. Productmanagers, management, die normaal gesproken niet in Nederland rondlopen. Ja, en ook in allerlei klanten die met dezelfde stap bezig zijn, of de stap al hebben gemaakt, waar jullie ook mee bezig zijn en die dat vanuit misschien iets ander perspectief ook bezien en ook andere behoeftes wellicht hebben. Het kan heel interessant zijn om, als je een soortgelijke collectie hebt, dat de ervaring uit te wisselen met bijvoorbeeld onze Engelse klanten of onze Duitse klanten die mogen aanwezig zijn. Dit was even in de sneltreinvaart. Ik praat natuurlijk sowieso snel, dus dat is voor mij dan makkelijker. Ik hoop dat het ook verstaanbaar was. Dat vind ik altijd wat lastiger. Vrij veel de ruimte voor vragen. Dus ik wil wat dat betreft, zijn er vragen dan hoor ja, ik dat. Ja, er zijn vragen. Ik wil het even een paar, stellen. Kan ik even het scherm weer delen of hoe doen we dat even? Dat ik in beeld ben. Nou, kijk maar niet voor elkaar hier, denk ik. Ja, zo. Edward, ja. Ben ik in beeld? Ja, ik ga even weer host reclaimen. Even kijken.
Hoeveel procent ongeveer in oude klanten zijn al over op collections? Hoe, dat is een goede vraag. Durf ik niet eens van wat te zeggen. Ik schat dat wij in Nederland op een derde zitten die collections hebben. Daarbij moet ik aantekenen dat heel veel kleine instellingen, niet onderbiedig, maar dat zijn onze typische Adler Museum basis standaard instellingen met één licentie, die een moeizame financiering hebben, nog allemaal hun keuzes moeten maken. Dat is het momentum, denk ik. Ik merk dat voor de grotere en middelgrote instellingen, dat we nagenoeg met iedereen wel in gesprek zijn. Maar daar ontbreken nog een aantal, maar de meesten zijn in ieder geval in gesprek en die zijn zich aan het oriënteren of hebben inmiddels een stap gemaakt. Oké. Even zien, het gaat een beetje, ik doe het in chronologische volgorde. Nou, wordt de Move tegelijk met collections geüpdate met extra functionaliteit, vraagt Roel. Nee, dat zijn losse projecten van elkaar, losse processen. Je kunt Move ten altijd updaten. Kijk, ik zie dat Marco een vraag had over CCNL, maar die is beantwoord door Trineke. Ja. Dus daar gaan we overheen. Joanne vraagt, wij gebruiken collections. Hoe kunnen we die thesauri-functionaliteit krijgen in een bestaande collections? Dat is bestaande collections, dat hangt van je collections versie af. Cloud services moeten wij dus even gaan kijken hoe we dat kunnen gaan regelen. Bij de private cloud is het vrij eenvoudig. Het is dan een designeractie om de koppeling te maken naar het termennetwerk en de juiste bronnen selecteren op de juiste velden. Als ik hier de vraag goed interpreteer. Oké. Wanneer komt de koppeling met termennetwerk beschikbaar? We zijn nu met de protofase, mag ik dat zo zeggen? Ik wil het graag eerst live zien. We hebben het wel live draaien bij Anne Frank Stichting. Alleen dat moet nog wat getuned worden, zeg ik dan snel. En ik weet ook niet of het niet een detail van de tuning inhoudt. Ik wil graag dat het eerst goed werkt. Dan hebben we gewoon een goede werkende koppeling met ja, toch de eerste klant die daar zijn licht even over heeft laten schijnen. En ik denk dat die terugkoppeling vanuit Anne Frank waardevol is om die dienst te verbeteren. Oké. Guus vraagt, is er een overzicht van de buitenlandse klanten? Je was online, maar ik kreeg laatst ergens een tik op mijn schouder van een van onze klanten die zegt van, ja, maar jullie klanten online op de website, die link werkt niet meer. Ik heb geen idee wat de reden daarvan is. In het algemeen kan ik, ja, dat is natuurlijk een uitgebreide groep, dus die lijst, die klantenlijst online zou op een gegeven moment weer moeten werken. Dus ik moet nog bij de marketing nagaan wat hier nou de reden van is en hoe we het weer werkend kunnen krijgen. Dan kan Guus dat ook zo zien. Misschien is het nog even aardig om te melden dat in het algemeen dat we nu de 500 klanten op Axial Collections gepasseerd zijn, waarbij er toch een behoorlijk aantal in het buitenland zit. Oké, nou, Marco zegt nog in de chat dat iedereen lid moet worden van Europeana. Dat neem ik voor kennisgeving aan. Kijk even naar de moderatoren. Ook kun je nog wat vertellen over het klantenportal? Vraagt Wouter. Klantenportal, is dat dan het Hornbill portal of onze service desk? Is dat de vraag? Of is dat het AHA portal waar je ideeën kunt opbrengen? Het AHA. AHA. Nou binnen, misschien is het goed om even te melden. Axial Collections wordt in de kern ontwikkeld door een ontwikkeld team die aangestuurd wordt door ons development team. De kern van die mensen zit in Nederland en een deel zit in Engeland. Nou, in het verleden, en zeker het Adlib verleden, zat toch wel de drive en de beslissingen werden genomen in Nederland. Dat is niet meer. De beslissingen worden genomen door ons ontwikkelteam en product management en die zitten niet noodzakelijk in Nederland, die bestaan uit diverse mensen. En we rollen het product Axial Collections dus ook wereldwijd uit. Dus we krijgen nu ook steeds meer wereldwijd input over verbeteringen, suggesties, nieuwe functies. En dat neemt best wel toe. Volgens mij heeft Wouter een aardige presentatie gedaan vorige keer over het aantal suggesties die gedaan zijn in het AHA-portal. Dus wij moeten dat stroomlijnen. Dat gebeurt dan in het portal. Daar kunnen al die suggesties gedaan worden. En wat daarmee gebeurt is dat er onze leden, dus onze gebruikers die toegang hebben tot het portal, kunnen allemaal stemmen op de suggesties die waarvan men denkt dat is relevant. En hoe meer stemmen, hoe meer die opvalt met onze product board, CQ, Head of Development. En daar worden de keuzes gemaakt van wat gaan we eerst doen. En dat wil niet zeggen dat iets waar massaal op gestemd wordt, we het ook automatisch gaan uitvoeren. Dat is niet zo. We houden ons wel het recht voor om dat goed te beoordelen. Maar hoe meer er gestemd is op een functie, hoe relevanter die functie is, of hoe relevanter die suggestie is. Dus daar houden we wel terdege rekening mee. Uiteindelijk moet Axial Collections efficiënt mogelijk werken voor iedereen. Dus als wij
nieuwe functies implementeren en onze tijd daaraan besteden, is het wel prettig als zoveel mogelijk gebruikers er baat bij hebben. Dus dat is wel een afweging die daar wordt. Ja, en als er dan functies daadwerkelijk worden geselecteerd, dan moet dat ook kenbaar worden gemaakt in het AH-portal en zichtbaar zijn. Is dit voldoende toelichting of is het nog wat meer gewenst? Het kan iets verder gaan als het moet, maar... Ik zie geen reactie, dus ik neem aan dat het goed is. Maar ik zou iedereen willen aanraden om eens, in ieder geval eens te kijken in het portal op zijn minst. En als je daar suggesties ziet van Nederlanders of Duitsers of Fransen of Engelsen of Amerikanen of Zweden, die je relevant vindt ook voor jouw Axial Collection applicatie, dan zou ik daarop stemmen. Iemand zegt, er staan nog 300 suggesties open op AH, maar dat kan dat, ook wel iets. Ik weet niet precies of 300 zijn, en ik weet wel te veel zijn. Ik weet ook dat er nog opgeschoven moet worden. Wat ik zelf een beetje eigenaardig vind, is dat je... Iedereen is altijd anoniem. Iedereen is a guest. Dus je kan niet in dialoog met elkaar, want je weet niet tegen wie je het hebt. Oh, oké. Okay. Hier is dat hiervoor gekozen, denk ik. Volgens mij hebben we ook nog... er is ook nog een andere... omgeving, ik ben even een Yammer omgeving, waar onze klanten wel met elkaar in dialoog kunnen. Die is er wel. Ik weet niet of daar veel gebruik van wordt gemaakt door Nederlandse klanten. Ik heb in het begin nog wel eens dat gemonitord, waar het vooral Engels en Amerikanen. Dat is erg. Ja. En de communicatie moet natuurlijk ook wel in het Engels, eerlijk gezegd. Ook voor Yammer portal. Yammer, wat is het? Portal? Ja. De vraag waar je dat portal vindt... daar kunnen we zo meteen een linkje posten. Ik wou het hierbij laten, want we zijn al een goed half uur lopen we uit. Dankjewel, Marius, voor...